Ik ben hier mijn hele leven al mee bezig geweest, dus ik geloof dat er veel meer dingen zijn. Maar als wij met miljoenen mensen allemaal in dezelfde droom gaan geloven, dan is er niets wat ons kan tegenhouden om die droom te realiseren. Er is mij zo vaak al verteld dat alles wat wij ervaren in dit leven, dat een illusie is. Ja, er zijn misschien wel schapenhoeders en wij zijn de schapen. Wij leven allemaal binnen een ruimte die omgeven is met onzichtbare tralies. Zonder maar te wijzen van, ja, maar jij bent gek en jij bent een wappie en jij en jij en jij. Want het is gewoon het resultaat van een beperkte visie. Een zeer geloofwaardige leugen heerst op aarde en daar geloven we allemaal in. Het is zo moeilijk om die paradigma te doorbreken. Dit is bij mij die grens waarvan ik zeg, heb jij niet een grens? Jij laat dit toe? Ik ga mij dat nooit laten zeggen. Nooit. Want ik ben niet bang. Als er geen beperkingen zouden zijn. Want feitelijk zijn de beperkingen alleen maar de beperkingen die jij jezelf oplegt. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En zoals jullie kunnen zien, ditmaal vanuit een onwijs mooie plek. In het zonnetje, in Spanje. Ik zit hier namelijk met Mr. Mindset himself, Michael Pilarczyk. En nou zullen de meesten van jullie hem wel kennen. Maar voor de mensen die dat niet weten, ik heb hier ook wat dingen liggen. Wat boeken die hij geschreven heeft en vertaald. Master Your Mindset, Je bent zoals je denkt. Dat is een boek wat recent is uitgekomen. Michael zou je ook nog kunnen kennen van zijn tijd bij de radio en de televisie. Hij is namelijk radio-dj geweest bij onder andere Radio 538. In hun verleden is televisiepresentator geweest en is ook succesvol ondernemer geweest in de televisiebranche. Heeft daar geld mee verdiend en heeft later eigenlijk de switch gemaakt richting mensen wat meer de spiritualiteit brengen, coachen en helpen zichzelf te ontwikkelen. En daarmee dus ook de nodige boeken geschreven. Hij inspireert mij enorm en velen met mij. Dus ik kijk erg uit naar dit gesprek en ik ben ook erg dankbaar dat we hier zijn uitgenodigd. Voordat we beginnen aan de podcast, lieve vrienden, als jullie het tof vinden, jullie helpen mij door de video te delen. Jullie helpen mij door de video te liken en ook het abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En als je het tof vindt wat ik maak, op mijn website www.jorluca.com kun je doneren. En kun je helpen om te zorgen dat we deze tours in het buitenland, maar ook natuurlijk gewoon de bijzondere gasten in Nederland kunnen blijven bevragen, interviewen en het kunnen delen met zoveel mogelijk mensen. Ik dank jullie zeer voor de steun. En ik dank Michael ook zeer voor de uitnodiging en voor de toffe dagen die we hier mogen ervaren. Nou, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Spanje, zeg ik. Het is heerlijk hier. Ja. Je bent al een tijd geleden eigenlijk al vertrokken vanuit Nederland naar Spanje. Ja. Ja. Ik begon in 2010. Toen had ik een zeilboot. Ik wilde heel graag zeilen en ik wilde vrij zijn. En ik zag het op dat moment niet meer zo zitten in mijn leven. Het was een beetje warrig. Ik wist niet zo goed wat ik met mezelf aan moest. En toen ben ik gaan zeilen omdat het en een hele grote droom was al heel lang. Vanaf dat ik een kleine jongen was. Maar ook omdat ik moest gewoon weg. Ik moest de stilte vinden, de rust vinden. Zonder dat ik dat misschien toen zo door had, werd dat wel onderdeel van die reis. En ik kwam in Spanje terecht. Op een gegeven moment ben ik in Turkije geweest, Griekenland, de hele Middellandse Zee. Blijven hangen in Barcelona. En toen wel op en neer. De boot bleef in Barcelona liggen. En ik woonde ook deels in Nederland en deels hier. En vervolgens naar Ibiza. En Spanje is gewoon fijn. Mm. Hele Middellandse Zee is fijn. Weet je, ik vind Marokko ook fantastisch. Maar dit is praktisch. Je had het over praktisch. Dit is praktisch. Makkelijk om te reizen als het moet. Als het nodig is om naar Nederland te gaan. Wat we overigens niet meer zo heel veel doen. Behalve als we gaan optreden op het podium, Maximum Potential live of onze theaterprogramma's Rust in je Hoofd. Ik weet niet wanneer we weer op het podium mogen staan, dus vooralsnog zitten er geen reizen naar Nederland in. En genieten we heerlijk van hier. En waarom hier? Ik hou heel erg van het klimaat. Mm. Ik was laatst in Nederland en dan is het koud en midden in de zomer zoveel regen en opvallend eigenlijk, hè? Ik zie niet echt opwarming van de aarde in Nederland. Nee. En dat was voor mij wel een reden om te vertrekken ook. Ik voelde me altijd heel onprettig. Ik weet niet, die kou en het vocht en die regen. Ik werd er niet heel blij van. Dus depressief is een te groot woord, maar weet je, niet happy.
En ik voelde me echt niet lekker in die omstandigheden. En ik merkte toen ik in een warmer klimaat kwam, dat ik dacht van, goh, dit is lekker, dit is fijn. Ik vind het heerlijk om met mijn ramen en deuren open te kunnen slapen, om op te staan in de winter, dat het lekker weer is. Ik hou van lekker weer, ik word er heel vrolijk van. En ik vind altijd dat je moet doen wat je blij maakt. Dus ja, toen zijn we hier naartoe verhuisd. Voel je ook vrijer hier? Ja, ik voel me vrijer hier, maar dat is misschien geen hele eerlijke vergelijking. Ik woonde in Nederland op een boerderij, ook met een hectare grond. Met daaromheen alleen maar weilanden en koeien. En dat was ook een heel vrij gevoel. En op het moment dat je natuurlijk in de stad woont, of met heel veel mensen in je omgeving, dat voel ik ook wel als ik in de stad ben. Of we hebben ook een tijd in een omgeving gewoond, in een woonwijk met veel andere mensen eromheen. Ja, dan is de energie anders, als je dat voelt. En ik voel dat. Dus ik voel dan of de spanning of de onrust van andere mensen. En hier heb je dat niet, want het is rustig. Het was voor ons ook een reden om hier naartoe te gaan, om land te hebben, om ja, gewoon rust te kunnen vinden op een plek waar ik heel gelukkig van word. Ik heb het zelf met Nederland. Ik heb het volgens mij met Flavio een keer in de podcast gezegd. Maar hetgeen wat mij in Nederland nooit heeft aangestaan, is toch het beklemmende gevoel wat ik eraan over heb gehouden. Omdat ik vind, dat heb ik ook voor corona zo ervaren. Dus ik bedoel, nu hebben we natuurlijk een vlucht gemaakt in controle vanuit de overheid en van alle regeltjes en dergelijke. Maar ook voor die tijd heb ik me altijd best wel gevangen gevoeld in Nederland of zo. Omdat je toch veel te maken hebt met regels, een belastingstelsel. Ja. Wat ik bizar vind eigenlijk. Met je mensen, ik bedoel, ja, hoe dat werkt, dat slaat gewoon nergens op in mijn ogen. En dat was al zo beklemmend, weet je wel. Dan 130 naar 100 op de snelweg, dat soort dingen allemaal. Dan denk ik van, jeetje, wat wordt er eigenlijk al veel bemoeid met ons leven? En dat had ik in Nederland in extreme. En ik ben natuurlijk opgegroeid in Zuid-Afrika, waar de tijd dat ik daar woonde in ieder geval het tegenovergestelde daarvan was. Dus ik zit ook langer over na te denken om uiteindelijk, dat heb ik altijd eigenlijk gezegd, om weg te gaan uit Nederland, of in ieder geval niet volledig meer in Nederland te hoeven te zitten. En dat een reden daarvan is ook wel echt, denk ik, om dan toch de vrijheid meer te kunnen ervaren in een ander land ten opzichte van Nederland. Overal waar mensen zijn, zijn regels nodig natuurlijk. Je moet wel met elkaar regels afspreken, anders wordt het chaos. Dat merk je bijna al als je met een groepje van 3 of 4 bent, dat is wel te doen. Worden het er 5 of 7 of 10, dan de een wil dit en de ander wil dat. En dan moet je afspraken met elkaar gaan maken, anders wordt het gewoon een chaos. En ik heb gemerkt, dan is het handig dat er 1 iemand is die de leiding neemt. Dat is meestal ook de leider. Waar anderen automatisch naar luisteren, omdat ze denken, oké, weet je, die gozer die vertrouw ik, die heeft het goed met ons voor, laten we die kant op gaan. En zeker als er heel veel mensen zijn, heb je regels nodig. In Spanje heb je ook regels, in de hele wereld heb je regels. Anders zou het verkeer een chaos worden. Als je naar India kijkt, is het wat chaotischer natuurlijk, als je op straat bent of Indonesië. Maar wat is dan voor jou dat beklemmende gevoel? Is dat je het gevoel hebt dat iemand anders jou dingen oplegt die je niet wil doen? Ja, van ik mag niet zo hard rijden als ik wil. Of ik. Wat is het beklemmende? Ik vind Indonesië wel een goed voorbeeld dat je die aanhaalt. Want de momenten dat ik uit Azië terugkwam, heb ik me daar vrijer gevoeld dan in Nederland. En ja, het is chaotischer in het verkeer, maar het is op een organische manier. En als je die organische manier doorhebt, de regels zijn daar gewoon in principe de wetten van de natuur. Het loopt zoals het loopt en er is een organische manier hoe daar structuur toch verloopt in bijvoorbeeld het verkeer. En daar voel ik me prettiger bij dan bij een overgereguleerd land als Nederland, waar je stoplichten overal en snelheidcamera's staan. Ja, er zijn altijd voor's en tegen's natuurlijk. In Nederland zijn heel veel dingen heel goed geregeld. En er zijn hele mooie wegen. Ik ben ook in landen geweest waar dat aanzienlijk minder was. Maar ik deel je mening wel, want ik heb dat ook gehad. Ik was in Costa Rica. En toen dacht ik van, wauw, wat is het hier mooi. Als er een paradijs op aarde is, is het wel hier. Ja, de wegen zijn ruk, maar who cares? Weet je, dat gevoel van de connectie met natuur kunnen maken en die eenheid voelen. En vaak ook met mensen. Maar het is misschien geen eerlijke vergelijking, omdat je toch altijd een soort toerist of op vakantie bent in dat soort orde. Tenzij je daar voor langere tijd gaat verblijven. Maar mensen zijn vriendelijker. Alles is leuk. Als je iemand vraagt hoe zijn vakantie was, was meestal goed. Niet altijd. Sommige mensen klagen over alles natuurlijk. Maar meestal was het goed, want het is anders. Het was leuk. En het geeft een bepaalde vrijheid. En
die vraag stel ik dan heel vaak aan mensen die bij mij komen of programma's volgen. Zeg ik, maar als je dat nou zo leuk vindt, die 2 weken vakantie. Waarom ga je je leven dan niet meer zo inrichten? Of waarom ga je niet daar wonen? Als jij in Mexico het zo leuk hebt gehad een maand, waarom ga je daar niet wonen? Of waarom ga je niet in Indonesië wonen? Heel veel mensen natuurlijk, wat jij hebt ook gedaan, hè? Reizen naar Azië, gewoon die vrijheid opzoeken. En waar het leuk is, ga je blijven en probeer je iets te doen waardoor je inkomsten hebt, zodat je je leven kunt bekostigen. Why not? Mm-hmm. Althans, zo staan jij en ik misschien in het leven. En heel veel andere mensen zeggen, ja maar. Mm. Dat kan natuurlijk niet. De kritiek die ik ik weet zeker, als we dit gesprek voeren, komen straks heel veel reacties van, ja maar, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Niet iedereen gaat in een boot zeilen. Niet iedereen kan dat betalen. Niet iedereen heeft zo'n leven. Ik heb een gezin, ik heb ouders, ik heb mensen voor wie ik moet zorgen. Ja, dan zijn er beperkingen. Ik heb ook heel lang voor iemand gezorgd. En dat was voor mij ook een reden om toen in Nederland daar te wonen met die persoon. En dat was daarna een reden om weg te gaan, want dat was mijn droom. En dat heeft, dat is ook een grote misperceptie, niet te maken met geld. Mensen die dan zeggen, ja, lekker makkelijk. Het is ook een excuus, lekker makkelijk. Want omdat jij dat kan betalen, kun jij dat doen. Nou ja, ik heb hier kennissen, vind vrienden een heel groot woord. Maar kennissen die voor 1000 of 1200 euro per maand een huis huren en een fantastisch leven hebben. Een kapster die naar Ibiza is gegaan, die echt haar meest geweldige leven leeft, volkomen off the grid. Weet je, ze hebben geen internet, ze hebben misschien net stroom, maar er is bijna niks. Maar volledig op de campo, helemaal blij, helemaal topleven, is kapster. Ja, ze kan knippen en dat doet ze heel goed. Dus ze heeft heel snel weer mensen die naar haar toe komen. En iedereen vindt het fantastisch om bij haar te zijn. Dus zij heeft niet heel veel geld nodig om dat droomleven te kunnen leven. En nu laatst ook weer. Wel dan goede vrienden van ons die wilden naar Bali. Hey, hadden hun koffers gepakt, wilden emigreren naar Bali. En dat ging niet door vanwege alle omstandigheden. En toen zeiden we, joh, waarom helemaal naar Bali? Er zijn in Europa ook mooie plekken. Waarom ga je niet hier in de buurt iets zoeken? For the time being, misschien voor 3 of 4 jaar... kun je later toch nog altijd je droom in Bali gaan waarmaken. En die hebben in de omgeving hier voor 1,5-2 ton hebben ze een huisje weten te kopen. Kun je zeggen, ja, dat is veel geld. Maar ja, weet je jongens, in Nederland kost een huis ook geld. Dus als iemand hier voor 2 ton een huis kan kopen, en het hoeft niet groot te zijn, je leeft veel buiten, maar je bent helemaal happy. En dat is toch onbetaalbaar? Mm. En als dat dan je droom is, dan heb je ook iets om voor te sparen, vind ik. Mijn dromen zijn ook niet overnight uitgekomen. Mijn zeilreis heb ik 30 jaar op moeten wachten om dat kunnen te gaan doen. Om het geld bij elkaar te krijgen, om de tijd te hebben. Dus het is niet zo van, ik bedenk wat en je voert het uit. Dat is denk ik ook wel iets van de maatschappij. Alles moet snel, alles moet korte termijn. Mensen hebben weinig over om grote dingen te bereiken. Is het niet, want je zei het net best wel treffend over dat dromen. Is het niet gewoon dat mensen al niet eens meer durven te dromen gewoon? Ja, ik vind dat wel een zorgelijke ontwikkeling. Klinkt misschien ook weer zo zwaar, maar veel mensen, en veel jonge mensen ook, hebben eigenlijk geen droom meer. En ik durf dat te ontkennen, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen die droom wel heeft. Als jij klein bent, heb jij die droom. Ieder klein mens, ieder kind heeft een droom, of heeft dromen, of heeft fantasie. Maar die fantasie, die wordt door de omgeving, door ouders, door school, educatie, die wordt steeds kleiner gemaakt. En feitelijk worden mensen mentaal in een heel klein doosje gestopt. Als je kijkt naar kinderen, vind ik een goed voorbeeld. Kijk naar foto's van kinderen van 1, 2, 3. Iedereen vindt ze schattig, ze zijn lief, ze lachen, ze zijn zo vrolijk. Dan zijn ze 7, 8 en dan zie je al een verandering. Als je foto's ziet van kinderen in, laten we zeggen, de tijd dat ze ouder worden, 12. En dan 14, 15, zie je ze bijna niet meer lachen. Je ziet depressieve kinderen ontstaan. Kinderen die niet meer blij zijn, onzeker worden, een laag zelfbeeld hebben. En als je vraagt, wat is je droom, dan, ik spreek best wel veel met kids, noem ik ze, van 14, 15, 16. Die Instagrammen me allemaal en hebben allemaal vragen en die lezen mijn boek. Wat ik fantastisch vind, dat die leeftijd daarmee bezig is, vind ik fantastisch. Was ik nog niet meer bezig op die leeftijd. En dan zeg ik, maar wat is je droom? En sommigen hebben echt dromen. Er zijn er natuurlijk, die hebben echt wel dromen. Die hebben, ja, ambitie, die willen iets bereiken. Maar het overgrote deel heeft dat niet. Ik weet dat ik gaf les een paar jaar geleden op de
International Business School in Rotterdam. Even international. International. En ik weet nog wel dat ik de eerste les die ik gaf in de collegezaal hadden we bijna 100 leerlingen, studenten. En toen stelde ik ook die vraag, die ik altijd stel, van wat is je droom? En 4 van die studenten staken hun hand op. Dan kan dat natuurlijk zijn, omdat het is een beetje eng. Je zit met al die andere gasten en dan opstaan en dan wat roepen. Maar 4 staken hun hand op. Dan denk ik van, dat is 4%. Dat is weinig. Maar dat is misschien best wel een realistische weergave, afspiegeling van de maatschappij. En ik heb ze 1 voor 1 laten opstaan en vertellen wat ze wilden. En er was 1 dame, 21 of 22 jaar, zei, ah, mijn droom is een wereldreis maken. Het lijkt me fantastisch. Toen zei ik, maar wat is daarvoor nodig? Ja, geld. Hoeveel? Ja, veel. Ja, hoeveel? Ja, 1 miljoen. Ik zei, nee, maar als je rond de wereld gaat reizen, hoeveel geld heb je nodig? Hoeveel geld ga je elke dag opmaken? Waar heb je geld voor nodig? Reken dat eens uit. Ik zeg, en toen had ik toevallig een buurvrouw in Amsterdam. Die was net 1 jaar rond de wereld gereisd. Samen met de partner. En die zei, ja, we hebben nog geen 30.000 euro opgemaakt. Ja. In dat jaar. Wat zij al heel veel geld vonden. Toen dacht ik van, wauw, dit is zo'n misperceptie. Ik heb een droom, ik wil rond de wereld reizen. Maar daar heb ik zoveel geld voor nodig, dat kan toch nooit. Hmm. Dus daar wordt die droom direct al, ja, die verdwijnt. Hè? Die wordt kapot gemaakt, die droom. Dus aan de ene kant zijn het ouders die tegen jou zeggen, maar dat kan jij niet. Denk nou niet dat dat mogelijk is. Ja, ik wil later een huis hebben met een zwembad. En, ja, we wonen in een heel klein rijtjeshuis. Doe eens even normaal. Dat is niet voor ons soort mensen weggelegd. Ik had het ook toen ik op school zat. Ik zei op de middelbare school, en jongens, ik vind het wel prima wat jullie hier doen, maar ik ga bij de radio werken, ik word DJ. Dus wat ik hier leer, dat heb ik allemaal niet nodig. Daar ben ik op teruggekomen, want het is handig om een beetje algemene kennis te hebben natuurlijk. Maar ik dacht dat ik dat niet nodig zou hebben, want ik ging bij de radio. En iedereen, echt iedereen zei, ja, maar Maatje, je moet echt realistisch zijn. Dit gaat natuurlijk nooit werkelijkheid worden. Dit is onmogelijk. Weet je, dan moet je echt heel goed zijn. Dat is maar voor een enkeling weggelegd. En ik had zoiets van, ja, laat mij die enkeling dan maar zijn. En ik begrijp ook wel waarom ouders die dromen bij kinderen proberen in te dammen. Want de teleurstelling is natuurlijk enorm als het niet lukt. Dus droom nou niet te groot, dan kun je ook niet zo diep vallen. Maar je neemt wel kinderen hun dromen af. En ik denk dat als je een droom hebt, ben je een rijk mens. Want je hebt iets om voor te leven. Je hoeft niet veel geld te hebben om rijk te zijn. Maar je moet wel dromen hebben. Mm. Als je heel veel geld hebt en je hebt geen dromen meer, ben je ook een arm mens. En je moet dromen hebben. Je moet iets hebben dat je zegt van, ja, wat wil ik van deze dag maken? Dat is de vraag die ik nu al heel lang stel aan mensen. Van, hoe ziet jouw meest ideale wereld eruit? Hoe ziet het eruit dan? En als alles mogelijk is. En dan beginnen mensen van, ja, dat heeft geen zin om daarover na te denken. Want dat kan toch niet. Ja, maar als we allemaal zo denken, dan kan het niet. Nee. Maar als wij met miljoenen mensen allemaal in dezelfde droom gaan geloven, dan is er niets wat ons kan tegenhouden om die droom te realiseren. Maar je moet wel met een meerderheid zijn. Ja, die fase hebben we denk ik nu nog niet bereikt. Dat denk ik ook niet. Te veel mensen niet in de droom durven te geloven, of die niet durven uit te spreken, of echt ervan overtuigd zijn, wat je mensen misschien niet eens kwalijk kunt nemen. Het is pure onwetendheid van, ja, het kan toch nooit. Maar eigenlijk is elk antwoord achter maar, kan je gewoon vergeten, zeg maar. Als je zou iets komen van, ja, maar weet je, als jij, prima, als jij, ik zeg even wat, over de wereld wil reizen ook, en er komt dan een antwoord met ja, maar, dat telt gewoon niet meer. Nou, weet je, mensen zoeken altijd de onderbouwing van hun eigen gelijk. En het gelijk is datgene waarin ze geloven. Wat ik je eigen werkelijkheid noem. En wij leven allemaal in onze eigen werkelijkheid. En die werkelijkheid is ontstaan door conditionering, door je opleiding, door wat je leest in kranten. Als je, dat heb ik in Think Grow Rich ook uitgebreid beschreven, affirmaties. Als je elke dag repeterend hetzelfde leest, hetzelfde hoort. En stel, als je het heel simpel maakt, elke dag leer en lees jij woordje Spaans. Na 1 jaar spreek jij Spaans, want je print dat in je geheugen. Als je elke dag
een bepaalde levenswijze krijgt opgelegd. Zonder dat dat bewust, of misschien wel bewust gebeurt. Maar jij zuigt dat op als een spons. Dit is hoe het hoort. Wie heeft dat bepaald? Maar dit is hoe het hoort. Zo gaat het. Dit zijn de regels. Zo moet ik het doen. Ja, dan programmeer je jezelf op een bepaalde manier. Dan wordt het nog eens onderbouwd door wat je kunt lezen uit boeken, wat andere mensen zoeken. En je gaat ook mensen opzoeken die jouw verhaal willen onderbouwen. Het is toch helemaal niet erg dat ik te dik ben of dat ik veel te veel eet. En ik heb het niet over mensen die dik worden doordat ze ziek zijn. Maar ik heb het over mensen die gewoon veel te veel eten. Ongezond leven, niet bewegen. Die gaan dan naar iemand toe die zegt, joh, gast, ga eens even wat aan je gezondheid doen. Je eet te veel, je eet ongezond, je drinkt te veel, je beweegt helemaal niet. Je zit ook niet lekker in je vel. Nou, er zijn dan mensen die daar iets van aannemen en daarmee aan de slag gaan. Maar de meeste mensen die denken van, weet je, ik zoek iemand anders op. Met een second opinion die zegt, nou joh, dat valt wel mee. Dat is helemaal nergens voor nodig. En ik herken dat heel erg ook bij mezelf, hoor. Toen ik ging zeilen, als je gaat zeilen, je bent met een boot op zee, zijn eigenlijk maar weinig dingen belangrijk. Het belangrijkste is het weer. En vooral de wind. Dus ik keek 3 keer per dag op mijn weerberichten van, oké, waar komt de wind vandaan? Wat zijn de voorspellingen? Waar moet ik rekening mee houden? Want ik moet mijn koers gaan bepalen op wat er gaat gebeuren. En als mij dat weerbericht niet aanstond, dan dacht ik, nou, dan zoek ik een tweede weerbericht op. En nog een derde. Om uiteindelijk dan te vinden, oh, maar bij dit weerbericht valt het mee. Hier is de wind gunstiger. En in werkelijkheid was dat nooit zo. Nee. De wind was zoals die was en die was goed voorspeld. Maar je gaat op zoek naar datgene wat jij graag wilt als uitkomst. En dat is wat we vaak doen. We gaan onze eigen werkelijkheid proberen te onderbouwen met argumenten van iemand anders die zegt, jij hebt helemaal gelijk. Hmm. Maar dat zie je dus ook bij die ouders wel terug, ook, denk ik. Zeker ook op het moment dat zij zelf niet geleerd hebben hoe het is om dingen voor elkaar te krijgen die je voor elkaar wil krijgen. Of dat je gewoon zo groot kan dromen en dat je het gewoon kan realiseren. Dan gaan zij dat natuurlijk op hun manier ook doorzetten op hun kinderen. Weet je? Want droom maar niet te groot, want het lukt toch niet. Het is ons niet gelukt, dus waarom zou het jou wel lukken? En dan krijg je dat generatie op generatie. Terwijl, ja, als ik ook in mijn eigen leven kijk, is inderdaad dat, zeg maar, de voorwaarde voor iets laten slagen is je hart volgen. En er gewoon voor gaan en niet nadenken over de eventuele consequenties die zouden kunnen gaan ontstaan of de beren op de weg. Ik bedoel, het is natuurlijk logisch om een realistische kijk te hebben, maar ik geloof alles wat ik ben gestart ben is gewoon vanuit een passiedrive geweest en niet eens nagedacht of het niet zou lukken. Dat is grappig. Door momenten dat ik getemd werd en dat ik in mijn ondernemerschap kleiner werd, was eigenlijk toen ik meerdere compagnons kreeg, personeel kreeg. En eigenlijk vanuit dat moment elk nieuw idee wat we hadden onderbouwd moest worden aan de hand van weet ik het hoeveel prognoses en cijfertjes en weet ik het wat. Ja. Toen is eigenlijk de levenslust, soort van ondernemerslust, uit mij gesleurd. En was ik niet meer zoveel waard. Omdat ik kan dat niet. Het is gewoon voor mij, ik voel dit. Dit is een goed idee. Bam, we gaan ervoor en we gaan zorgen dat het plan gaat werken. Maar op het moment dat je het gaat kaderen en plafonds gaat stellen en dat te veel laten onderbouwen, dan stopt het eigenlijk al. Volgens mij, dat voelde ik later dan, heel illustratief voor wat er nu ook gebeurt, is dat je jezelf daardoor enorm klein houdt en dus maar binnen bepaalde kaders gaat ondernemen bijvoorbeeld. Maar dat heeft heel erg met persoonlijke waarde te maken voor iedereen. En jouw persoonlijke waarde, bekijk jou, ik zie je video's en je praat nu tegen me en dat is heel duidelijk, jij wil vrijheid. Jij wil en vrijheid, maar je wil ook totaal niet gehoorzaam moeten zijn aan een bepaald gezag, want daar heb je moeite mee. Dat zijn voor jou belangrijke persoonlijke waarden. En voor mij geldt dat ook, weet je. Ik vind vrijheid heel belangrijk. Ik ben heel erg bereid om aan regels te houden en dat vind ik allemaal niet zo'n probleem. Tot een bepaalde grens dat ik denk van, nou weet je, tot hier wil ik best wel met je meegaan en loop ik ook netjes mee, maar daarna heb ik wel mijn eigen visie en dan ga ik daar wat anders mee om. Kun je daar eens een voorbeeld in geven, bijvoorbeeld nu? Nou, dat is best een moeilijke vraag eigenlijk. Ik zeg altijd, ja, dit klinkt wel heel arrogant, maar ik doe toch altijd wat ik wil. Ik leef mijn leven op basis van mijn eigen regels. Ik zou echt tegen iedereen willen zeggen, doe dat ook. Hè? Leef je leven op basis van jouw eigen leefregels.
Dat heb ik ook niet zelf bedacht. Dat is van Steve Covey. Hè, die in zijn boek over die 7 eigenschappen van leiderschap ook zegt van, joh, bepaal nou zelf jouw eigen grondwet en ga leven volgens die regels. Maar hou je daar ook aan. Nee, wees wel trouw aan jezelf. Als je niet die eigen leefregels hebt en je hebt toch een soort van guidance nodig, ga je leven volgens de regels van iemand anders. Mm. Van jou, van vrienden, van je ouders. Of als je helemaal niet weet wat je ermee aan moet, ja, dan luister je naar het gezag, de overheid, of iemand die jou vertelt wat je moet doen. Dus ik heb niet het gevoel, ik ben niet heel recalcitrant of zo. Ik ga nergens heel erg tegen. Of ik doe niet dingen die niet mogen. Maar ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik beperkt word in de dingen die ik zou willen doen. Het enige op dit moment, of het afgelopen jaar, is, het is onmogelijk om in een theater te staan. En althans, met publiek. Ik kan wel in het theater gaan staan, maar het wordt wel een eenzame avond. En het is juist leuk als er mensen zijn. En ik vind dat heel jammer. En ik zou dat graag anders zien. Ik heb daar niet nu een oplossing voor, maar ik zou dat wel graag anders zien. We gaan wel kijken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen oplossen. Maar daarin ben ik niet de enige die dat kan bepalen. Dus ja, ik zou op dit moment niet echt een heel duidelijk antwoord voor je hebben. Sorry. Wat wel zo is, het tegenovergestelde van wat jij en ik hebben, is dat er heel veel mensen zijn, en dat is niet goed of slecht, maar heel veel mensen die, die houden heel erg van zekerheid. Dus tot in de extreme zijn er mensen die hebben het liefste dat je gewoon elke ochtend vertelt, je moet zo laat opstaan. En dan moet je dit doen en dat doen. En dan mag je om 5 uur naar huis. En dan moet je daarna moet je om 6 uur eten. En dan, weet je. Ik heb ook mensen gehad in mijn bedrijven die echt elke ochtend heel graag door mij of door iemand binnen het bedrijf verteld wilden hebben wat ze die dag moesten gaan doen. Terwijl ik ben heel erg opgegroeid, al vroeger toen ik bij de radio begon. Ik begon op mijn 18e bij Veronica, wat toen nog een publieke omroep was. En daar zeiden ze, joh, dit moet deze week af zijn. En wanneer jij dat doet, dat maakt niet uit, als het maar binnen de deadline af is. Nou, en ik deed dat dan heel vaak 's nachts. Ik ging 's nachts werken, dat vond ik lekker, want er waren geen mensen daar op dat kantoor. Ik vond het fijn om in de rust te kunnen werken. En mijn werk was altijd op tijd af. Maar binnen de regels die ik weer aan mezelf kon opleggen, binnen mijn vrijheid. Maar er zijn heel veel mensen die hebben behoefte aan die zekerheid, die afkadering. Het wordt eng als het te groot wordt. Je moet mensen niet te veel keuzes geven. Ik heb ook in een van mijn eerste boeken of in Masterminds het beschreven. Democratie is een moeilijke opgave voor veel mensen. Want mensen hebben niet het vermogen om makkelijk te kunnen kiezen. Dat zie je ook als je in een restaurant komt met een te grote menukaart. Mensen weten nooit wat ze moeten kiezen. Wat neem jij? Die kunnen ze heel moeilijk zelfstandig, autonoom bepalen wat zij willen. En op het moment dat het leven te groot wordt, en ik denk dat wij in een maatschappij leven waarin het leven groot wordt, want bijna alles is mogelijk, is het ook fijn om te zeggen dat niet alles mogelijk is. Want daarmee kader je het voor jezelf ook een beetje af. En dan wordt het makkelijker. Mm. Als je teruggaat naar die middelbare scholier, waarbij iedereen al heeft gezegd van, dit is het doosje waar je uit kan kiezen, en dan ben je 15 of 16 of 14... en dan moet je een vakkenpakket kiezen. En dan is er eigenlijk nog maar zo weinig keus. Ik zou zeggen, joh, laat die keuze gewoon heel breed en heel, heel groot. Meer vanuit persoonlijke waarde dan van welk vak wil je later gaan beoefenen, wat voor heel veel mensen onmogelijk is om te bepalen als je die leeftijd hebt. Maar kader niet iedereen, houdt de dromen in stand. Mm, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, ja, je zegt net een paar dingen zoals de democratie is moeilijk, want je mensen hebben te veel, kunnen slecht keuzes maken. Een restaurant haal je als voorbeeld aan. Alleen het probleem is natuurlijk is dat wij, denk ik, dan daar ten grondslag ligt daaraan, is dat wij zo inmiddels slecht ontwikkeld zijn door de jaren heen, dat we niet meer in staat zijn om goede keuzes te maken vanuit intuïtie en gevoel.
Ik denk dat we daar prima toe in staat zijn om dat te doen. En ik denk ook dat zij helemaal het begin, dat we helemaal geen regels nodig hebben. Ik denk dat we die inmiddels nodig hebben, omdat we allemaal graag hangen aan die veiligheid. Terwijl als wij wat dichter bij onszelf zouden komen te staan, sta je sterker. En dat zei je net ook, en dat vind ik mooi. Leef je eigen regels. Wordt wel eens egoïstisch gezien, hè? Maar dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Je mag niet je eigen regels. We hebben regels waar je ons aan moet houden. Maar daar ben ik het roerend mee eens. Leef je eigen regels. Maar daar zijn we niet meer toe in staat. Omdat we andere mensen hebben om voor ons die regels te moeten verzinnen. En te maken. Omdat we dan ons leven op een manier kunnen leiden. Kijk, met die eigen regels bedoel ik ook niet dat ik jou in de weg wil zitten. Nee. Ik leef mijn regels. Ik leef mijn leven op mijn manier. Maar ik hou wel rekening met jou. Ik ben heel verdraagzaam. Ik probeer zoveel mogelijk andere mensen te helpen. Anders zou ik niet doen wat ik doe. Het is niet zo dat ik doe het op mijn manier en de rest van de wereld zoekt het maar uit. Nee, dat is juist veel te veel aan de hand in de wereld. Te veel mensen bemoeien zich met het leven van een ander. Te weinig mensen zorgen voor elkaar. Het respect, het begrip, de verdraagzaamheid is ver te zoeken in de samenleving. En toch hebben veel mensen allemaal de overtuiging dat zij het doen vanuit het goede. Er zijn denk ik niet veel mensen die het bewust opzettelijk doen vanuit kwade bedoeling. Zeker niet. Alleen wij hebben allemaal onze eigen visie wat het beste is voor de ander. Ja, alleen de een doet dat door zelf verantwoordelijkheden te nemen of zelf besluiten te nemen over hun eigen leven. De ander die doet dat door wet en regelgeving te willen opleggen om de ander ook zo te laten denken. Ja. En dat is wel een onwijs groot verschil, denk ik nu. Zeker als we het nu over het coronadebat hebben. Waarin inderdaad de ene groep zegt, iedereen moet gevaccineerd worden. En als niet, dan doe je niet meer mee. Ja. En de andere zegt, maar ik wil het eigenlijk gewoon zelf bepalen. Mm-hmm. Want als jij je laat vaccineren, ben jij toch beschermd. En dat is toch het hele idee ervan. En als ik het niet wil, dan wil ik het niet. Ja. Voor een virus niet dodelijker dan een griep. Ja. Nou, kijk, dat laatste, daar kun je ook nog over discussiëren. Hè. De ene vindt cijfers waaruit blijkt dat het wel meevalt. En als je dat zegt, dan zijn er heel veel mensen die boos worden, want die hebben andere cijfers gezien dat het heel erg is. En wij geloven allebei dat beide cijfers juist zijn, want die onderbouwen weer onze eigen werkelijkheid. Maar wat je zegt, ik ben het ermee eens. Het is een heel mooi voorbeeld, vind ik, wat er de afgelopen anderhalf jaar gebeurt. Die echt laat zien waar ik het al jaren over heb. Dit komt allemaal uit ons denken. En ons denken bepaalt die werkelijkheid waarin wij geloven. Dus oké, er zijn mensen die willen zich vaccineren, want die zijn bang dat ze ziek worden, of die denken dat het heel veilig is als ze dat doen. Die hebben die overtuiging en dat is prima. En als jij en ik zeggen, nou ja, wij hebben niet die overtuiging dat we dat moeten doen, want ik denk dat ik het niet nodig heb. Ik probeer alles te doen om mij op een natuurlijke manier zo goed mogelijk te beschermen tegen ziekte. En als het lichaam ziek wordt, dan zal daar een reden voor zijn. En als er mensen zwak zijn of onderliggende aandoeningen hebben, dan kom je alweer terecht bij meer dan 50% van de bevolking natuurlijk. Dus ben je automatisch een risicogroep. Dat zijn niet feiten die ik bedacht heb, maar dat heb ik dan weer van wetenschappers en van doktoren. Dat ik denk van, nou, dat vind ik wel veel. Maar als blijkt dat één op de twee mensen gewoon onderliggende aandoeningen heeft, of gewoon ongezond leeft, te dik is, lage weerstand heeft, dan kun je daar wat aan doen. Kun je nog steeds daarna zeggen, joh, ik neem wel een vaccin om mezelf te beschermen, want ik geloof daarin. En jij zegt, nou ja, ik denk dat ik dat niet nodig heb, dus ik doe dat niet. Tot daar is er niets aan de hand. Zolang wij van elkaar respecteren dat ik het wel neem en jij niet neemt. Mm-hmm. Maar vervolgens zie je wat er gebeurt. Jij moet een vaccin nemen. En de ander zegt, ja, maar weet je, jij bent toch beschermd? Waarom moet ik dat doen? En dan ontstaat er dus een discussie die totaal buiten alle ratio gaat. En ik deel jouw mening. Want ik denk van ja, als er zoveel mensen zijn die gevaccineerd zijn, dan is dat mooi, want dan zijn ze veilig en voelen ze zich helemaal oké. Dan hoeven ze toch niet bang te zijn voor die 10 of 15% van de bevolking die dat niet heeft gedaan. Mm-hmm. Want ik zie het grote risico daarin niet. Hey, wat ik persoonlijk niet heel handig vind nog steeds, zo sta ik erin, dat je wel heel veel mensen dan gaat toelaten in voetbalstadions of bij de Formule 1 of in hele grote bijeenkomsten bij elkaar laat zijn, als je zelf
als overheid in dit geval dan, er toch heel erg van overtuigd bent dat we in een levensgevaarlijke situatie leven, waar we nog lang niet vanaf zijn en iedereen ziek kan worden. En ik denk dan van, ja, als de mensheid echt gelooft dat het allemaal zo gevaarlijk is, en daarmee, ik wil het niet bagatelliseren. Ik heb ook gezien dat er mensen echt wel ziek zijn en dat virussen hebben, dat is prima. Dat gebeurt, dus dat moeten we accepteren. Maar als iedereen daar nou zo bang voor is, waarom gaan er dan miljoenen mensen met een vliegtuig op vakantie? Wel, ik weet zeker dat als een serieus SARS-virus of een Ebola-virus zou uitbreken in Europa, dan gaat er toch niemand meer vliegen en niemand meer naar een ander land. Want daarvan weet je dat je binnen een x-aantal uur overlijdt. Dat weet je. Dat is een feit. En daarom deel ik je mening van, nou ja, zo gevaarlijk kan het niet zijn. Want dan zou het ons niet worden toegelaten om te gaan reizen. Het is toch krankzinnig dat de halve bevolking mag naar de andere kant van de wereld, terwijl we allemaal heel erg ziek kunnen worden van iets. Dat moeten we dan niet doen. Dus er zijn zoveel elementen in die hele situatie waarvan ik denk van, nou ja, ik zou het niet doen als het zo gevaarlijk was. En aan de andere kant, als jij dan gevaccineerd bent, want dat is wel iets waarvan ik ben dan vorige week even naar Nederland gevlogen, dan heb ik echt wel mijn vraagtekens. En niet dat ik de waarheid ken, maar dan denk van, oké, ik heb het gevraagd aan personeel. Cabinepersoneel hoeft dus niet te testen. Dat wist ik niet. Maar iemand zei dat. Ik zal het vragen, want ik kan me dat niet voorstellen. Die mensen vliegen de hele dag in een toestel, die hoeven nooit getest te worden. Nooit. Vind ik raar. Toen zei iemand tegen mij, ja, en als je hoog in de politiek zit of je bent diplomaat, hè, je bent onschendbaar, nou, dat is fijn, want dan ben je voor het virus ook onaantastbaar. Dus ik mag als diplomaat in een vliegtuig stappen, ik hoef niet getest te zijn, geen vaccin. Vind ik ook raar. En voor iets dat echt zo dodelijk zou zijn, vind ik raar. Maar misschien vliegen die mensen niet met een normaal toestel, dat zou kunnen. Maar vervolgens lees ik, en ik probeer me inmiddels wel een beetje in te lezen, maar dat haal ik dan uit het nieuws, waarvan ik denk van, ja, ik weet niet of het waar is, maar blijkbaar kunnen mensen dan toch, die gevaccineerd zijn, nog steeds besmet worden of ziek zijn. Maar die zitten bij mij in dat toestel en die hoeven niet getest te worden. Ik test mij met alle liefde als ik dat toestel inga. Geen enkel probleem. Ik vlieg niet zo vaak. Weet je, ik hoef me niet doorlopen te testen. Dus die ene keer dat ik dat moet doen, prima. Dan weet ik toch zeker dat er in dat toestel niks aan de hand is. Alleen nu worden alleen nog maar een select groepje wordt getest. De rest stapt in dat toestel. En we hebben de potentie in ons om een levensgevaarlijk virus met ons mee te nemen naar andere plekken op aarde. Nee, ik begrijp dat niet. Nee, rationeel, heel logisch wat je zegt, maar voor ratio is al anderhalf jaar geen plek. Maar, en dit is ook weer even een beetje terugkomend op mijn vraag die ik aan je stelde van waar is dan die grens, weet je wel, waar je niet meer, waar je dan echt zegt, nee, tot hier en niet verder. Het is, je hebt gelijk, zeg maar, iedereen moet zelf weten of die zich wel of niet laat vaccineren. Dat is aan iedereen zelf. Alleen ik vind wel dat het tijd wordt om de agenda erachter te zien. En doe je dat namelijk niet, dan werk je mee aan het systeem wat nu uitgerold wordt. En ja, je houdt je aardig aan de oppervlakte, zeg maar, door niet te veel de diepte in te gaan over bepaalde dingen. Maar het is een agenda die uitgerold wordt. Ze willen dat we gevaccineerd worden, punt. Ja. Met gentherapie, massaal. En daardoor ga jij ook niet meer je optredens kunnen doen. Tenzij je mee wil werken en dat alleen maar mensen die gevaccineerd binnenkomen straks. Ja, en hier krijg je natuurlijk de scheidslijn waar het moeilijk te bevatten wordt. Want jij zegt, er is een agenda. Dan zeg ik, oké, wat voor agenda is er dan? En ik heb je video's bekeken, dus ik weet wat er speelt. En ik lees me ook wel in en ik heb heel veel onderzoek gedaan. Dus ja, er is een agenda. Maar wie zijn ze dan? En dat is voor mij ook nog wel de vraag van, wie zijn die ze? Het kan toch niet zo zijn dat er allemaal machten in de wereld met elkaar samenspelen en ons simpele zielen, letterlijk, maar een beetje voor de gek houden. Het is zo onwerkelijk. En ik geloof in heel veel dingen. Ik heb hier een boek liggen. Dat vertelde ik je net voordat we begonnen. De wereld van het ongrijpbare. Ik heb dit boek, dit stond bij mijn ouders. En ik denk dat ik vanaf mijn 12e heb ik dit boek bij me. En ik heb dit dus nog steeds, al 40 jaar. En het gaat over allerlei zaken. Over de piramides en geesten en allerlei bovennatuurlijke krachten en wat er allemaal speelt.
Ik ben hier mijn hele leven al mee bezig geweest. Dus ik geloof dat er veel meer dingen zijn. Ja, als ik dat met mijn vrienden bespreek, die denken nou ook van ja, gast, weet je, geesten en buitenaardse wezens en energieën. Nou, jij spoort niet. Oké, het is prima, weet je, we zijn even goede vrienden. Alleen op dat gebied vinden ze dat ik niet spoor. En er zijn ook natuurlijk mensen die zeggen van, joh, als je nou maar een beetje hard bent en je praat over succes en mindset is allemaal goed, maar ga nou niet zo zweverig praten. Dat deed ik laatst ook in een podcast en toen kreeg ik de kritiek van, normaal ben je altijd zo aards en nu ben je zo zweverig. Ik ben altijd zoals ik ben, alleen jij ziet de kant van mij die je wil zien en de kant die je niet wil zien, daar heb je dan moeite mee. Maar ik ben gewoon wie ik ben. Dus ik kan met je meegaan, maar kun jij je voorstellen dat er heel veel mensen zijn die het zich totaal niet kunnen voorstellen? Heel supergoed. Totaal niet. Supergoed kan ik me dat voorstellen. Alleen dat probleem wordt alleen maar verergerd op het moment dat we zeker de mensen die zien hoe het loopt zich niet volledig uitspreken en gaan zeggen hoe zij denken dat het zit. Ja. Daar hebben we wel iedereen voor nodig om dat te doen. En ik ben helemaal in voor iedereen in zijn waarde laten, zolang ik bij mij dat ook gebeurt. Ja. En dat is dus wat er nu niet gebeurt. En ook iets waarom ik een jaar geleden in de startblokken ben gaan staan. Maar ik denk wel, ik geloof dat het belangrijk is om dat soort dingen te blijven benoemen. Want als we dat niet gaan doen, dan dringt het ook niet door. En voor mij, ik heb het gevoel dat we in oorlog leven. Mm-hmm. Met de grondrechten die worden aangetast, met alles wat er om ons heen gebeurt, de plannen die worden uitgerold, de macht die naar de machtshebbers wordt toegetrokken. En alles wijst op oorlog. En dan, ja, dan vind ik het wel belangrijk om dat soort dingen te blijven callen. Ja. Om en uit te blijven spreken. Om wel mensen zich ervan bewust te maken wat de consequenties zijn van het meewerken aan bepaalde dingen. Ja. En, wat is nou jouw innerlijke intentie om dat te doen? Is het zo dat je zegt, ja, ik wil mensen wakker schudden? Of is het meer dat jij straks de last man standing bent en dat iedereen aan de andere kant staat? Super idealistisch gezien. Kijk, ik kan ook maar doen wat ik kan doen. En ik geloof, en daarin overlappen onze visies denk ik best wel. Ik geloof namelijk dat er wat er nu gebeurt een spirituele oorlog is ook. Ik geloof dat wij weg van onze spiritualiteit worden gehouden. Dat we ons eigenlijk allemaal maar atheïstisch in het leven worden geduwd om maar niet soort van een zin in het leven te hebben en om ons allemaal makkelijk bestuurbaar te maken en ons makkelijk maar allemaal dingen te laten doen. In die zin geloof ik echt dat we slaven zijn van op zijn minst het systeem. Dus ik geloof dus op het moment dat als wij als mens zijn de dichter bij ons kern komen, dichter bij onze intuïtie komen, toch wat meer de spiritualiteit van alles gaan inzien, dat wij ook gaan loslaten dat wij een overheid nodig hebben om voor ons allemaal regeltjes te bedenken en dingen te verzinnen om ons eigenlijk maar gewoon in zo'n 80-jarig slaafsysteem te houden en dat we daaruit kunnen stappen. En dat we, als we dat zouden doen, je in ieder geval voor je eigen leven, maar ook voor de mensen om jou heen een beter leven kunt maken en creëren. En ik geloof wel dat we nu op een soort kantelpunt staan waarin steeds meer mensen bewust worden van één, hoe de wereld in elkaar steekt, maar twee ook, van hoe zij zelf misschien wel hun eigen potentie kunnen zien en ondervinden. En dus wat ik denk, of wat ik hoop, of wat ik tracht te doen met het werk wat ik doe, is dat ik mensen bewuster probeer te maken over hoe de wereld in elkaar steekt. Dus hoe lopen machtsstructuren, hoe zitten bepaalde dingen in elkaar, gezondheid. Maar toch ook ze te laten zien wat er mogelijk is. En hoe je je leven kunt indelen. Dat je niet bang hoeft te zijn voor bepaalde regels of maatregelen of overheden of autoriteiten of wat dan ook. Lang verhaal kort, antwoord op je vraag. Ik hoop mensen te kunnen inspireren om het heft in eigen handen te nemen en hun leven gewoon richting een kant te sturen die zij zelf willen, waar die opgaat. Ja. En gaan ontdekken wat hun ware potentie is. Ja, nou, en daarin doen we feitelijk hetzelfde werk. Ja. Dat is wat ik nu ook al een jaar of acht doe. Bij ons zeggen we dan, het motto is, leef je mooiste leven. Leef jouw mooiste leven op de manier zoals jij dat wil doen. En daar ben je volledig vrij in. Hoe jij daar invulling aan wil geven, is geheel aan jou. En mijn andere motto is samen voor een mooiere wereld. En dat moeten we wel samen doen. Maar als iedereen zijn mooiste leven leeft, is iedereen happy en is iedereen blij. En kunnen we dat ook met elkaar doen? Nou, dat is natuurlijk een hele mooie intentie en een mooie wens. Hè, wereldvrede. Maar
dat zal een moeilijke opgave zijn. Als je kijkt naar de afgelopen 2000 jaar en waarschijnlijk ook wel langer, zijn er maar weinig momenten geweest, als ze er al geweest zijn, dat zo'n momentum heeft bestaan. En als je dan door die geschiedenis heen kijkt, valt mij op dat wij zitten helemaal niet in een bijzondere tijd. Er zijn heel veel bijzondere tijden geweest. Er zijn heel veel momenten van transitie geweest waarin heel veel gebeurde. Alleen, dit is ons leven. Wij leven op dit moment in de eeuwigheid. En dus is dit het belangrijkste moment. De rest is geschiedenis en wat komen gaat, daar geloven we wel of niet in. Maar er is natuurlijk vanaf, laten we zeggen, het jaar nul tot aan het heden is er nogal wat gebeurd. En ook daarvoor kun je zeggen, van ja, hoe interpreteer je dat? Maar ja, er was een verlichte ziel, een man, de zoon van God, hoe je dat wil noemen, de Christusfiguur, de Christusenergie, die uiteindelijk aan een kruis gehangen is. Dat is niet heel vreedzaam. Een man die blijkbaar met veel liefde anderen probeerde te helpen, als je de verhalen mag geloven, die wordt aan een kruis gehangen. Ja, daarna ga je door die geschiedenis heen kijken dat er mensen zijn geweest die anders waren dan de grote meerderheid. Mensen die het vermogen hadden om telepathisch contact te hebben, de toekomst in te kunnen kijken. Healers, tovenaars, geef ze maar een naam, heksen. Al die mensen zijn geëlimineerd uit elke samenleving in de afgelopen 2000 jaar. Het is altijd zo geweest, altijd zo gebeurd. Als je dichterbij gaat kijken, de afgelopen 100 jaar, dat heb ik ook in Je bent zoals je denkt geschreven. Als je kijkt hoe de wereld eruit zag, zo'n beetje rond 1880, 1890. Ik heb veel van die boeken vertaald, ook Think Grow Rich, As a Man Think. Het zijn allemaal boeken die geschreven zijn om en nabij die periode rond 1900. Die allemaal gingen over hoe jij denkt. En hoe jij denkt en hoe jij de wereld ziet. Dus waar wij mee bezig zijn is niet nieuw. Dat werd toen ook al gedaan. En toen werd er ook al door onze voorgangers, de mensen die er heel erg mee bezig waren, werd er gezegd: het is de werkelijkheid waarin jij gelooft, zoals jij die wereld ervaart, hoe je handelt, wie je bent. En misschien is alles wel een droom. En er is mij zo vaak al verteld dat alles wat wij ervaren in dit leven, dat een illusie is. Ja, ik vind dat heel moeilijk om te geloven, want ik zit hier, jij zit daar. Ja, ik heb jou niet verzonnen, ik heb niet jouw crew verzonnen, ik heb niet Cindy verzonnen. Ja. Of misschien wel, weet je. Ik heb een spirituele lerares die zegt, ja, jij hebt dit allemaal gecreëerd in jouw innerlijke wereld. Dat ik denk van, ja, nou ja. Dat is bijvoorbeeld voor mij de grens. Ik zeg, nou, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat er veel meer is buiten mijzelf. Of dat mijn zelf ook op andere plekken is. Maar we zijn wel heel aards nu hier. En we wonen hier in dit huis, deze tuin. Dit is waar we nu zijn. In deze werkelijkheid van driedimensionaliteit. Dus in deze tijd-ruimteverhouding. Ik weet dat die ergens anders niet bestaat. Nou, dat ik hier ben, kan ik aan iedereen uitleggen. Maar dat ik aan mensen uitleg dat ik ook ergens anders kan zijn, laat ik zeggen, in mijn visualisaties, meditaties, kan ik mezelf verplaatsen naar andere tijdruimtes. Ja, dan haken heel veel mensen af. Die denken van, Mike, zweverig, trek je jurk uit en hou eens even op. En ik heb er begrip voor, respect voor. Ik ga dat ook niet opdringen, maar ik weet dat ik dat doe. En ik voel me daar fijn bij. Maar als iemand anders daar niks mee heeft, moet je dat niet doen. We dwalen een beetje af, geloof ik, hè? Oh, dat is wel mooi. Ik vind het wel een mooi onderwerp, want het triggert wel dezelfde cognitieve dissonantie bij mensen. Ja. Als dat je gaat praten over waar we net over hadden, bijvoorbeeld machtsstructuur of wie erachter bepaalde dingen zit. Maar weet je, Jorn, ik was jaren geleden al bezig met buitenaardse wezens en UFO's. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met het principe van de Illuminati. Dat ik dacht van, goh, interessant. Spannend, weet je. Beetje dat je denkt van, oh, spannend, hoe zou dat dan zitten? En het is niks nieuws. Alleen, ja, heel veel mensen zijn er nooit mee bezig geweest. Jij roept dat nu. Er zijn andere mensen die dat ineens roepen. En dan moet je voorstellen dat je iets hoort waarvan je denkt van, ja, gast, even be real. Dit is toch hocus pocus, sprookjes, onzin. Dit kan toch niet waar zijn? Ik heb het boek van Marcel Messing gelezen naar aanleiding van jullie verhaal een paar weken terug. Ik kende die man niet. Die man bestond al lang en had zijn verhaal al lang verteld en het boek bestond al heel lang. Maar die kennis,
die was nog niet in aanraking met mij gekomen. Ik lees dat en ik denk van wauw, er staan wel heel veel dingen in die ik niet direct voor waar aanneem, maar waarvan ik wel denk, dat zou zomaar eens wel waar kunnen zijn. Dus dan ga ik dat onderzoeken. En sommige dingen denk ik van ja, zo zie ik dat ook. Het is fijn die onderbouwing weer van, fijn, er is iemand die een boek heeft geschreven die een soortzelfde denkwijze heeft als ik. En daar praat ik dan over met mensen in mijn omgeving of vrienden. En die zeggen, maar hoe dan? Weet je? En het is niet zo dat mensen per definitie zeggen, ik wil er niet in geloven. Maar het is zo onwerkelijk om voor te stellen, zoals jij dat stelt, van er is een systeem waar we in zitten. Dat wij als een soort, ja, een soort echt, door iets daarboven worden gehoed, net zoals de schaapsherder de schapen hoedt. Mm. Ja, schapen is dan in dit geval misschien een hele onaardige vergelijking, maar ja. Ja, er zijn misschien wel schapenhoeders en wij zijn de schapen. Alleen, waar ligt mijn grens? Ik denk dat de meeste mensen op aarde de intentie hebben om in vrede op een vriendelijke, leuke manier met elkaar te leven. Dat willen wij. Mm. We willen helemaal geen ruzie, we willen geen oorlog. We willen dat iedereen het goed heeft en daar willen we ons voor inzetten. Maar wij worden door onze hoeders wel binnen een bepaald weiland gehouden waar hekken omheen staan. En zolang die hekken groot genoeg zijn, maakt het mij niet uit. Kunnen wij vrij bewegen en is het goed? En hoef ik niet zo nodig dat hek te doorbreken omdat ik meer vrijheid wil. Maar op het moment dat ze het weiland steeds kleiner gaan maken en er komen steeds meer schapen op een klein stukje weiland terecht, dan merk je dat het onrustig gaat worden. Want als je te veel levende wezens bij elkaar op een kleine plek brengt en je zet er een hek omheen, dan ontstaat er onrust, dan ontstaat er conflict. En misschien is dat wel een beetje wat er in de afgelopen 100 jaar gebeurd is, doordat natuurlijk heel veel mensen zijn in steden gaan wonen, echt letterlijk op elkaar gestapeld. Mensen wonen op elkaar gestapeld in een soort van, ja, het zijn natuurlijk geen gevangenissen, maar het heeft er wel iets van weg. Mm. Mensen leven niet meer vrij in de natuur. Iedereen heeft zijn eigen hutje. En als ik dit nu roep, weet ik zeker, dan zijn er mensen, ja, dat kan toch ook niet, weet je, en wees eens rationeel. Je moet toch werken, je moet toch in de stad. Wie zegt dat dat moet? Ja. Dit is een, elk levend organisme, en je kunt het leven op aarde zien als een organisme, als een virus, dat vindt altijd een weg. Het is altijd in beweging. Dat staat ook in de Tao Te Ching. Alles is altijd in beweging. En het beweegt de kant op die wij willen. Dus als er voldoende krachten zijn, en die worden natuurlijk gestuurd vanuit het collectief bewustzijn, als de denktank van al het denken op aarde in een bepaalde richting wordt gestuurd, dan moet de rest wel mee. Moeten wij ook wel mee. Want wij moeten mee. Tegen die stroom ingaan, dat wordt ons steeds moeilijker gemaakt. En we vinden het allemaal niet erg om mee te gaan, totdat we ineens denken van, maar waar zijn we eigenlijk naartoe onderweg? Ik weet niet hoe dat met varkens en met koeien gaat, maar ja, die beesten die worden in een vrachtauto geduwd, want daar gaan ze niet vrijwillig in. Vervolgens zijn ze onderweg en ik weet niet of ze zich dan al zorgen maken of niet. Maar in het eindstadium komen ze in een situatie terecht waarvan ze misschien wel of misschien niet doorhebben, dit is niet goed, dit voelt niet juist. En ik denk dat ieder levend wezen op het moment dat dat leven, het zelf in dat wezen bedreigd wordt, begrijpt dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. En dan ontstaat er stress. Dat was voor ons een van de redenen om te stoppen met vlees eten. Want al dat vlees bestaat uit zoveel stress door die beesten. Dat in mijn optiek niet goed kan zijn voor je eigen gezondheid. Om elke dag die stress maar toe te laten in je lichaam en dan raar te vinden dat je zelf gestrest wordt. Ook natuurlijk gevoed door talloze incidenten en gebeurtenissen en omgeving. Maar op het moment dat je doorhebt, dat is natuurlijk ook altijd een hele moeilijke vergelijking, maar
Hoe zou het geweest zijn? Ik heb me dat best wel vaak afgevraagd. Hoe zou het geweest zijn voor die mensen in de oorlog? Hè, mijn overgrootouders die zijn ook gewoon uit huis gezet. Het huis werd gewoon ingenomen. Vroeger dacht ik wel eens van, apart. Maar nu denk ik van, wow, dat kun je niet voorstellen. Inmiddels wel. Er komen mensen aan die op de deur kloppen en zeggen, nu is het huis van mij, jullie moeten meekomen. En die hebben mijn grote ouders meegenomen en de kinderen werden apart gezet, apart van hun ouders. En mijn opa werd op een trein gezet. En die moet natuurlijk geweten hebben dat dat niet naar de Efteling was. En wat gaat er in die mensen om als ze weten dat er iets zeer onheilspellends gaat gebeuren? Je zit in de trein en je kan niet meer terug. En dan wil ik de vergelijking maken met nu, wat jij schetst. Stel dat we in een trein zitten en voorlopig vinden we het prima, want we zijn op reis. En we zien allerlei mooie dingen om ons heen en we maken een mooie lange reis. Maar we hebben geen idee waar de trein naartoe gaat. En jij schetst dan een situatie waarvan je zegt, ik ben bang dat we ergens gaan uitkomen waar we niet willen zijn. En daarin kan ik je volgen, omdat ik me ook al heel lang heb ingelezen. Alleen blijft het, ook voor mij, maar ik denk voor heel veel mensen, zo onwerkelijk dat we in die trein zitten. En dan zeg jij, ja, het is toch mijn missie om duidelijk te maken aan die mensen dat ik het gevoel heb dat dit niet goed gaat aflopen. Als wij niet een andere richting kiezen. Misschien kunnen we ergens de wissel omzetten. Nou, ik denk eerder dat ik de mensen die in die trein zitten, die ook het gevoel hebben van shit, deze gaat de verkeerde bestemming op, wil laten zien dat ze gewoon die deur kunnen opentrekken en eruit kunnen stappen. Want die trein gaat helemaal niet zo snel. Ja. Dat is het meer. En dan komt eigenlijk ook weer terug, want je zei het mooi met die gevangenissen en zo. Maar volgens mij is het niet zozeer een fysieke gevangenis, net als de flatgebouwen en zo, ook al is dat ook al wel een beetje zo. Maar het is vooral een mentale gevangenis waar we in hebben gezeten. En dat is ook een reden, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar voor mij, ik maak me niet meer zo heel erg druk over maatregelen en regels en weet ik wat ze allemaal verzinnen. Omdat ik best wel voor een groot deel eigenlijk al gewoon uit dat hele systeem ben. Dus ze kunnen me wat eigenlijk. Maar wat ik vooral zie gebeuren is dat het de mentale gevangenis van veel mensen is die dat systeem uit willen, of de trein uit willen. En het ze niet lukt om die trein uit te stappen. Ja. Omdat daar gewoon, dat is de werkelijke gevangenis waar we ons begeven. En zeg maar, de mensen die zo gebrainworst zijn, die zitten nog verder. Die zitten in een soort isoleercel, terwijl ze daar prima naar hun zin hebben. Maar voor die andere mensen zitten ze daadwerkelijk in een gevangenis waar ze uit kunnen stappen, maar nog niet dat daadwerkelijke tools hebben gekregen om daaruit te kunnen stappen. Kijk, het is een mentale gevangenis, maar wij leven, denk vrijwel iedereen, in een soort van mentale gevangenis. Alleen hoe groot jouw celruimte is, bepaal jij zelf. Ieder mens heeft belemmerende overtuigingen, beperkende overtuigingen. En die heb je jezelf opgelegd. Het zijn onzichtbare tralies. Wij leven allemaal binnen een ruimte die omgeven is met onzichtbare tralies. Dat is jouw beperking. Waar ik altijd zeg, en wat jij volgens mij ook een beetje doet, ja, ik denk dat ik alles kan. Totdat het tegendeel bewezen is. Ja, sommige dingen kan ik niet. Ja, iemand anders zegt, ja, dan faal je dus. Hè? Dan ga je op je bek. Ik zeg, nou ja, dat is voor mij een moment van inzicht, dat ik weet wat ik wel kan en wat ik niet kan. Of een leermoment, dat ik denk van, wat moet ik dan doen om dat toch voor elkaar te krijgen? Ik zie dat niet als falen. Ik heb heel veel gefaald, als je het zo zou willen zien. Maar dat zijn leermomenten geweest waardoor ik heb kunnen groeien om uiteindelijk te worden wie ik nu ben. Als je bang bent om te falen, zul je nooit kunnen groeien. Dan blijf je altijd een zeer beperkt bewustzijn. Hmm. Ik denk dat het de levensles van het leven is, die je dingen op je pad brengt, problemen, situaties, die jij moet gaan inzien, begrijpen, oplossen. Dan komen er nieuwe problemen op je pad. En net zoals een bedrijf, dat wordt succesvol. En het succes van het bedrijf wordt het probleem, want je hebt te weinig producten, je hebt te weinig personeel, je kan het niet meer aan. Dus je creëert altijd een nieuw probleem en dat moet je weer op zien te lossen. Dat is het proces, dat is mooi. Mm-hmm. En daar worden we wijzer van. Misschien is dat wat we heel erg missen in onze tijd op dit moment, wijsheid. Ik denk, maar dat is ook maar een aanname, dat er vroeger meer wijsheid was. Dat er in de tijd van Atlantis of het oude Egypte,
Ja, dus een paar duizend jaar terug, dat er veel meer wijsheid was. In de Indianen. De mensen die leefden met de natuur, die leefden vanuit wijsheid. En daarna kennis en ervaring. Maar in principe vanuit wijsheid, omdat je weet alles al. Op het moment dat jij de verbinding hebt met de natuur, met de bron van het leven, de een noemt het God, de ander noemt het Allah. Ik noem het de Akasha, het universum, hoe je het wil noemen, het maakt niet uit. Het is dat iets. Ik heb het ook in Je bent zoals je denkt geschreven, dat iets wat ons laat ademen, wat ons hart laat kloppen, wat ons laat zijn. Als je die verbinding hebt, hoef je nergens bang voor te zijn, kan je ieder antwoord bedenken, want die antwoorden zijn er al. Je moet alleen de stilte opzoeken en de verbinding maken om de inzichten te kunnen krijgen, om die antwoorden te krijgen. Maar omdat de meeste mensen zo erg in hun, wat ze denken noemen, het is geen denken, het is piekeren, het is warrigheid in hun hoofd. Want denken is een vaardigheid om vraagstukken, problemen op te lossen. Als we beter en helderder zouden denken, zouden we niet zoveel problemen hebben. Maar wij verdrinken vaak in de chaos in ons hoofd, waardoor we niet meer helder kunnen zien. Letterlijk, niet meer helder kunnen zien. We verliezen de connectie met de bron, omdat we veel te veel onszelf beperken en onszelf opsluiten in wat wij ratio vinden. Maar de echte wijsheid is buiten ons. Die is ook in ons, maar die is buiten ons, omdat wij dat contact niet meer kunnen maken, niet meer willen maken, niet meer durven maken. En daarom worden we eigenlijk makkelijk controleerbare wezens. Hmm. Mensen zijn relatief makkelijk te manipuleren. Elke dag in de krant iets plaatsen is een affirmatie waar veel mensen in gaan geloven. En mensen die een aversie hebben tegen een bepaalde mate van gezag of vrijheid heel erg hoog hebben staan, die zeggen, ja, maar hier geloof ik niet in. Ik heb mijn eigen affirmaties. Ik geloof in vrijheid, ik geloof in liefde, ik geloof in vrede, ik geloof in goedheid. En die ander zou zeggen, ja, maar ik bedoel het ook goed. Ik bedoel het helemaal niet slecht. Kom nou alleen bij onze club. En hoe gaan we deze impasse nou doorbreken? Ja, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Ik sta niet zo heel erg aan één kant. Als je zegt, van er zijn twee kampen, wat we wel zien in de polarisatie, maar die is er altijd geweest. En er is altijd verdeeldheid geweest in de wereld. Altijd. We moeten niet doen alsof er nu ineens door de coronasituatie zo'n enorme verdeeldheid was, of komt, of is. Die was er altijd al. Alleen de onderwerpen waren anders. Toen ik jong was, weet ik nog heel goed, dat de ene helft waren mensen die streden tegen de kruiswapens, en de andere die zeiden, nee, dat is goed, want we moeten het land beschermen. En toen waren we voor kernenergie en tegen kernenergie. Er zijn altijd voor's en tegen's geweest met grote vraagstukken. Maar maar door wie is altijd die polarisatie gekomen? Want dat is natuurlijk een interessante. En dit is een interessante. En dit overstijgt natuurlijk heel veel andere zaken. Want ja, dan kom je bij die vraag, wie zijn die ze dan? Oh, belt Poetin dan elke week met Trump en nu misschien met Biden? Of misschien niet met Biden, maar wel met die gast in China en met Erdogan? Bellen die gasten allemaal met elkaar? Is het een soort afgesproken spel? Is dat het management van de BV Aarde? Als je het jezelf voor gaat stellen. Ja, ik bedoel, managers praten met elkaar om een bedrijf aan te sturen. Een bedrijf dat wereldwijd vestigingen heeft. Wereldwijd hebben die lokale directeuren. Maar dat wordt allemaal aangestuurd vanuit het centrale hoofdkantoor ergens. En die mensen bellen met elkaar. Werkt dat zo met politiek leiders? Ik weet het niet. En wat wel duidelijk is, en daarmee kom je weer op geloof, en dat is een beetje, wat ik altijd zeg, datgene waar ik me in verdiep. Wij geloven allemaal in onze eigen waarheid, onze eigen werkelijkheid. Maar de een gelooft in de ene God en de ander gelooft in de andere God. En we zijn allebei overtuigd van onze God. En dat leidt al duizenden jaren tot oorlog op deze planeet. Want ik geloof in God met de witte baard en de gouden staf. En jij gelooft in God met de bruine baard en zijn jurk. En dus hebben wij oorlog. Terwijl wij als mens heel erg van elkaar houden. Maar het geloof scheidt de mensen op aarde. God heeft het geloof niet bedacht. Dat hebben mensen bedacht. God heeft het Vaticaan niet bedacht. God heeft de paus niet aangesteld. Hij heeft de paus bedacht. En de paus heeft gezegd, ja, dat doe ik een opdracht van God. En iedereen is dat gaan geloven. Ik denk dat dat niet zo is. Ik was er niet bij. Snap je? Dus het is altijd het geloof dat tot ellende leidt. Het geloof
om achter een leider aan te lopen. Je kunt het mensen in het Midden-Oosten niet kwalijk nemen dat zij Amerika als de duivel zien. Het land van de duivel. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Dat is het ook. Als jij als kind elke dag te horen krijgt, dat zijn slechte mensen. Die mensen zijn slecht. En je hebt nooit kunnen onderzoeken, nooit mogen onderzoeken. Je weet niet beter. Dan is dat toch zo. Ja, in dit geval hebben ze toevallig gelijk, maar... Maar dat vind jij. Ja, nee, maar, snap je? Ja, nee, maar natuurlijk vind ik dat. Maar dat is wat er gaat gebeuren naarmate als je op een gegeven moment onderzoek gaat doen. Alleen, het is zo grappig eigenlijk dat je geloof aanhaalt in dit geval. Want maar politiek is dus ook geloof. Nou ja, maar daar begint het dus al. Maar ik geloof dus al vanaf dat moment. En dat is, ja, dat is als je eenmaal in complotten gaat geloven en je gaat het zien, dan zie je gewoon tot waar terleiden is. En daarom vroeg ik ook, wie veroorzaakt die verdeeldheid, die polarisatie constant? Ja. Het zijn nu de overheden. Maar, en dat was het eigenlijk vroeger ook. De machtshebbers hebben in die zin, denk ik, ook geloof op die manier gecreëerd. Zodat je verschillende eilandjes hebt vanaf waar we met elkaar gaan vechten. En nu dus ook weer. Ja. Voor corona, tegen corona en al die andere. De vraag blijft natuurlijk, waarom? Want ik kan heel erg meegaan in de gedachtegang dat je zegt, oké, we hebben een bedrijf. We hebben een bedrijf. Laten we dat even aannemen. En wie dan de eigenaar van het bedrijf is, dat doet er niet zoveel toe. Maar we hebben een bedrijf. En het bedrijf zegt, hoe kunnen we nou eens heel veel geld verdienen? We hebben heel veel mensen. Je moet ten eerste zorgen dat die mensen geld hebben. Dat moeten ze dan aan ons uitgeven. Waarop ik denk, nou, als het geld er dan toch is, schuif gewoon het geld naar jezelf toe. Maar blijkbaar was er een systeem nodig om te zorgen dat er geldstromen komen. En we noemen dat economie. En dat bedrijf denkt, wat kunnen we nou eens doen? Als we nou eens heel slim zijn. We bouwen een bedrijf waarmee we mensen ziek maken. En dan bouw je een bedrijf waarmee je mensen beter maakt. En je creëert je eigen handel. Ah, dat is trek. Dat is fantastisch. Ja, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort gedachtegangen geweest en ideeën geweest waarop een bedrijf is gebouwd. Van je creëert eerst een probleem en dat kun je daarna oplossen. Nou, dat is mooi. Dan heb je klandizie. Dus we gaan bedrijven bedenken die mensen ziek willen maken. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet te obvious doen. Dus we gaan dat doen op een manier om het mensen meer naar hun zin te maken. Dus we gaan makkelijke voeding maken. Je hoeft niet meer je eigen voeding te verbouwen. Je hoeft niet meer naar het land. Je hoeft niet meer in paniek te zijn als de oogst mislukt. We gaan het allemaal voor jou regelen. We gaan een winkel bouwen waar altijd voedsel te koop is. En daarmee helpen we jou, want we lossen jouw probleem op. Ja, vervolgens gaan we goedkoop voedsel maken. We willen meer winst maken. Het voedsel wordt ongezond. En of dat nou bewust of onbewust is gedaan, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk hebben we hele generaties gehad die hebben geleefd uit pakjes en met allerlei voedingsstoffen, toegevoegde ongezonde voedingsstoffen. En mensen hebben dat elke dag gegeten. Hebben ongezond vlees gegeten. Dan ben ik niet zeggen dat al het vlees ongezond is. Jij eet nu ook weer een beetje vlees. Misschien helemaal niet verkeerd. Maar we hebben wel, laten we zeggen, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu, jaar of 70, best wel ongezond geleefd. Zonder dat we daarvan op de hoogte waren. Ik heb dat ook gedaan. Ik wist niet dat ik ongezond leefde. Ik at uit pakjes, ik dronk vruchtensap uit pakken met kilo suiker. Tot een jaar of 10, 11, 12 geleden. Dus ik ga mee in dat systeem zonder dat ik het door heb. En vervolgens krijg ik allerlei aandoeningen. Ik heb te veel suiker gegeten, ik dan niet, maar ik krijg suikerziekte. Of ik krijg kanker. Die allemaal, vind ik, inmiddels wel redelijk terug te herleiden zijn naar dat ongezonde voedingspakket dat wij in die afgelopen 70 jaar tot ons hebben genomen. En daarmee zeg ik niet dat al die mensen die supermarkten hebben dat bewust hebben gedaan om jou en mij ziek te maken. Maar het achterliggende systeem zou hier wel een gedachtegang mee kunnen hebben gehad om dit zo te positioneren, waar uiteindelijk wel van bekend was van, nou, daar worden mensen ziek door. Maar we hebben de oplossing, want we hebben ook medicijnen. En anders gaan we die medicijnen gaan we creëren. Dus maken we je weer beter. En je hebt een bepaalde cirkel en die houdt zichzelf in stand. Nou, ik kan best meegaan in zo'n gedachtegang. Why not? Ik denk ook, heel eerlijk, als je dit aan heel veel mensen uitlegt, dat mensen, en niet om gelijk te krijgen, maar toch wel moeten zeggen, ja, ik weet niet of het zo is, maar er zit wel wat in. Het klinkt aannemelijk dat dat zo is. En daarom zie je gelukkig de laatste, ook wel 10 jaar... dat we veel gezonder zijn gaan eten. En alles moet bio en groen. En toen ben ik er ook in getrapt dat al die pakjes waar een groen vinkje op staat, dat je denkt, nou,
Daar heeft de overheid voor gezorgd dat het gezond is, dus dat is zo. Totdat ik dit werk ging doen en met artsen in contact kwam en met diëtisten. Die zeiden, Mike, lees nou eens wat erop staat. Ik zei, ja, ik weet toch niet wat daar staat? Dat zijn codes. Al die dingetjes in die vakjes. En toen ging iemand mij uitleggen dat het groene vinkje er wel op staat. Maar dat het nog steeds helemaal niet gezond was. Ik zei, oké, nou, blij dat je me die informatie geeft. Dus dat moet ik ook niet meer eten. Nou, dan ga je zelf zoeken naar wat kan ik wel eten, wat is gezond, waardoor word ik sterker. Ja, en inmiddels moet ik zeggen, ik voel mij ook veel sterker. Ik voel me onaantastbaar. Ik voel mezelf diplomaat, onaantastbaar. Mijn lichaam, natuurlijk, ik kan ook af en toe wel eens ziek worden. Eens in de 2-3 jaar ben ik ook wel eens verkouden. En dat is goed, omdat mijn systeem moet af en toe even opgeschoond worden. Alle shit moet eruit. Maar ik doe dat al preventief door al die shit er af en toe uit te laten gaan. Even op te schonen. En zo min mogelijk van die giftige voeding tot me te nemen. Dan heb je natuurlijk giftige voeding die we opeten. Alles wat je eet en drinkt, word jij. Ik leerde dat van Rajshree Patel. Is een spirituele lerares van The Art of Living. En de eerste keer dat ze mij dat vertelde van alles wat je eet, word jij. Nou, er ging een wereld open. En dan zeggen mensen, ja, dat is toch logisch. En nou, voor mij was dat niet logisch. Mm. Ik durf gewoon toe te geven dat ik in heel veel zaken onwetend ben of was. En heel dom ben geweest af en toe. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik ben blij dat iemand mij dat inzicht heeft gegeven, waardoor ik dat heb kunnen veranderen. Dan is het de keuze, we gaan er wat mee doen. Alles wordt een cel van jou. Alles wat je eet, wordt jij. Je hebt een soort Lego-poppetje en elk steentje wordt gebouwd uit wat erin gaat. Dan is het toch logisch dat als jij jarenlang ongezonde, slechte bouwstof hebt gehad, dat lichaam, dat is een kaartenhuis. Je hoeft er maar zo'n virus op los te laten. Ik wil niet zeggen dat corona maar zo'n virus is. Maar je ziet hoe kwetsbaar mensen zijn. Mensen vallen zomaar om. He, die zijn ziek, die zijn bevattelijk. Want die hebben weinig weerstand. Nou ja, en wat mij meer bezighoudt dan... Want ik heb vrienden, kennissen. En daarna ben ik het ook gaan vragen aan andere mensen. Van wie is er nou ziek geweest? Want ja, ik vind het raar dat er zoveel mensen ziek zijn dat ze niet in mijn omgeving zitten. Maar die zijn er wel degelijk geweest. En er waren mensen die zeggen, joh, ik heb er echt heel veel last van gehad. Echt maandenlang. En anderen zeggen, nou, ik was 2 dagen gewoon niet lekker. En toen was het over. Waarop ik denk van, hey, zijn er dan meerdere versies van één virus? Hoe kan de een zo ziek worden en de ander helemaal niet? Vind ik raar. Maar wat mij het meest verbaast is dat het lijkt wel alsof niemand zich daarvoor interesseert hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. He, ik snap dat op het moment dat jij bij je huis aankomt en je ziet dat je huis in de brand staat, dat je eerst gaat zorgen dat het geblust wordt. Dat je niet denkt, nou, ik ga eerst eens even uitzoeken. Is het aangestoken? Is het per ongeluk? Heb ik het gas aangelaten? Nee, je gaat eerst blussen. Nou, het blussen hebben we gedaan. En vervolgens denk ik toch met deze situatie, waarvan ik denk van, de laatste keer dat we zo'n ingrijpende situatie hebben meegemaakt in ons leven was denk ik de Tweede Wereldoorlog. Dat zo de wereld ontregeld was. Dat er dan zo lichtzinnig wordt omgegaan met, waar hebben wij nu mee te maken? Is het bedacht? Is het gemaakt? Is het ontstaan? Ik zou dat heel graag willen weten. En dan zeggen mensen, ja, maar verandert dat dan iets? Ik zeg, nou, voor mij verandert het denk ik wel iets als ik weet hoe dit is ontstaan. Was het een toevallige vleermuis die voorbij kwam, waarvan iemand anders zegt, in die omgeving komen helemaal geen vleermuizen voor? Ja, die kan in een kootje zijn meegenomen. Weet je, je kan elk verhaal, elk complot kun je bedenken. Of is het wel in een lab gecreëerd? Om wat voor reden dan ook? Misschien om iets te testen met een niet eens kwade bedoeling. Misschien wel met een kwade bedoeling. Je weet het niet. En ik denk dat dat de grote onrust in de wereld veroorzaakt, waardoor heel veel mensen energetisch in de war zijn. En dat voel je, er is onrust. En daar komt ook boosheid en agressie vandaan. We hebben eigenlijk geen idee waarmee we te maken hebben. En ik denk dat veel mensen wel voelen dat er iets meer is dan alleen maar een virus. Want ik vind het virus losstaan van al dat andere. En waarom? Omdat ik denk wel dat we wel degelijk te maken hebben met dat virus of met iets wat zich verspreidt, waardoor mensen ziek worden en mensen die zwak zijn daaraan kunnen overlijden. Dus ik begrijp best dat we
vanuit een medische optiek moeten kijken van hoe kunnen we zorgen dat we zo min mogelijk last hebben van dat virus, dat er zo min mogelijk mensen ziek worden. Maar we weten natuurlijk ook al dat er nog nooit dit soort ziektes of virussen door de geschiedenis heen die ooit zijn ontstaan, die zijn nog nooit uitgeroeid. Nog nooit. Ik ben het hier eigenlijk heel erg mee oneens, weet je dat? Dat mag. Omdat ik zie alles wat het met me rondom het virus te maken heeft als één grote afleiding. En ik zie, het is niet relevant of het gemaakt is in een lab. Het is niet relevant of het niet bestaat. Het is niet relevant. Kom maar, thanks. Het is niet relevant of het uit een vleermuis komt. Het is niet relevant. Wat er relevant is dat je geen oversterfte hebt, dat mensen niet meer doodgaan dan andere jaren. En dat dit wordt gebruikt om een plan uit te rollen. Dat is wat relevant is. En elke discussie langer over een bepaald virus, wat ik denk wat niet bestaat, maar dat maakt dus niet uit, want het is niet relevant, is eigenlijk verspeelde tijd. En is precies doen we precies waarvoor het gedesigned is, namelijk te oeverloos discussiëren over waar het eventueel wel of niet vandaan zou komen. Terwijl daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze daadwerkelijk een communistisch systeem aan het uitrollen zijn. En dat is wat er besproken moet worden in mijn ogen. En dan kunnen we nog 80 jaar discussiëren over eventuele IFR's, infection fatality rates. En don't get me wrong, ik heb er mijn uren ingestopt om te weten hoe het precies in elkaar steekt. Maar het is niet relevant. Het boeit niet. Nou ja, ik vind het in die mate wel relevant, omdat op het moment dat je zegt, we kunnen dit virus zo beperken dat we er niet echt last meer van hebben, dan is het prima te handelen. En ik wil te alle tijden voorkomen dat mensen ziek worden. Mijn missie is om mensen te helpen op allerlei manieren. En ik zou het vervelend vinden dat mensen ziek worden door zoiets. Los daarvan, en ik zie dat dus, ik begrijp je helemaal, en natuurlijk zie ik ook het verband en de verwevenheid, maar los daarvan probeer ik mensen wel bewust te maken. Ik zeg, wat doe ik? Ik ben iemand die mensen probeert te ontwaken, hun bewustzijn te ontwaken. En is dat iets heel spiritueels? Nee, dat is gewoon op een andere manier kijken naar de dingen die er zijn en daar je oordeel over vellen. Wat ik alleen heel vreemd vind, en daarin deel ik jouw mening, en ik weet niet of, ik probeer dat ook uit te zoeken, van wie zit erachter en wat zit erachter en wat is dan dat plan? Want ik kan me heel goed voorstellen, ik krijg ook honderden berichten elke dag, dat veel mensen ons daar niet in kunnen volgen. Waarom dan? Ik zeg, ja, dat waarom, dat probeer ik ook vast te grijpen. Maar wanneer iemand nu gaat zeggen, en iemand is dan, ik zie diverse wereldleiders nu roepen, jij mag niet meer in een vliegtuig als jij niet gevaccineerd bent. Jij mag niet meer in een trein. Jij mag niet meer in gebouwen. Straks mag je niet meer in een ziekenhuis komen misschien. Hier in Spanje zijn ze bezig om, als jij niet gevaccineerd bent, mag jij niet meer sporten. Je mag niet meer naar de sportschool. Jij mag niet meer naar de voetbalclub. Kinderen van 12 mogen niet meer naar voetbal, omdat ze niet gevaccineerd zijn. En de volgende stap is, je mag niet meer naar school. En de volgende stap is, jij mag niet meer naar je werk. Dat gebeurt nu. En daarvan zeg ik dan wel van, kan iemand mij dit uitleggen? Want dan gaan we terug naar het begin van het gesprek. Nou ja, die mensen die gevaccineerd wilden zijn, die zijn dat inmiddels. Een klein gedeelte is dat niet, om allerlei verschillende redenen, wel of niet. Wat is het probleem nog? Waarom mag ik niet vliegen? Ik test toch? En er zijn mensen die zeggen, ik ga ook niet meer testen, dat doe ik niet. En, weet je, nou, ik vind het niet zo'n probleem. Ik doe die test, joh. Ik vind het best. Mag ik dan vliegen? Hou op met gezeik. Wat ik alleen wel heel graag zou willen, is als ik me moet testen, test dan ook even die gevaccineerde mensen naast mij, die net zo besmettelijk zijn of besmettelijker dan ik. Ik wil dat immuunsysteem, ik zou het wel eens willen testen, wie een betere weerstand heeft of beter beschermd is. Dan kun je het uitwijzen. Nu zijn het aannames. Maar waarom moet er nu verdeeldheid komen dat sommige mensen moeten aantonen dat ze niet ziek zijn en anderen niet, terwijl ze net zo goed dat virus meedragen en anderen in gevaar zouden kunnen brengen? Want dat is de stelling waarom die mensen dat vaccin nemen, toch? En daar is bij mij wel de grens waar we het over hadden bereikt. Leg mij even uit welke agenda daarachter zit. Hoezo mag ik niet vliegen?
Moet ik ja, dat nu uitleggen? Nee, dat moet iemand mij uitleggen. Ja. Ja. En aangezien er niemand anders is, is het woord aan jou. Ja. Om dat uit te leggen, ja. Nou, ja waarom kijk, niet? Nou, waarom niet? Omdat het is wat de agenda voor het uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd zijn, is natuurlijk nu om die vaccinatiebereidheid op te krikken en zo groot mogelijk te maken. En dat is niet om het verspreiden van de virus tegen te gaan. Maar dat is om ons eraan te laten wennen om ons elk half jaar gevaccineerd te laten worden. Ja. En dat heel makkelijk weer terug te herleiden naar het social credit systeem wat aangehangen gaat worden. Mag ik maar heel even onderbreken? Ja, ja, tuurlijk. Je noemt het woord vaccinatiebereidheid. Mm. Hoe hoog is die? Wat betekent vaccinatiebereidheid? Hoe hoog die is, dat is een goede vraag. Want ik geloof de cijfers die gepresenteerd worden vanuit de overheid niet meer. Maar men zegt 70%. Oké. Okay. En hoe groter dit, vind ik wel nog een leuk ding om erbij te vermelden. Want dit is laatst, heb ik hier even verteld over nagedacht. Denk, dit klinkt wel plausibel. Is wat er dus nu gebeurt, hè, want we zien dat de mensen die gevaccineerd zijn gewoon in het ziekenhuis terechtkomen. Sterker nog, er wordt ook gesteld dat juist het vaccineren de ziekte op triggert bij mensen, of een ziekte triggert bij mensen. En wat er gebeurt is dat gevaccineerde mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Want wat zou er nou gebeuren als er zometeen een grote groep niet gevaccineerd is? Dan is dat de controlegroep waarin bewezen gaat worden dat die mensen niet de mensen zijn die in het ziekenhuis terechtkomen. Dus wat de overheden in paniek aan het doen zijn nu, in mijn ogen, is die bereidheid zo snel mogelijk op te krikken. Dus hoe meer we mensen uitsluiten van de maatschappij, hoe hoger die bereidheid wordt, al dan niet vrijwillig of niet vrijwillig. Ja, maar dat is toch geen bereidheid? Nee, zeker niet. Nee. En dat vind ik dus graad ook dan. Ja. Kijk, ik lees dan dat die vaccinatiebereidheid zo hoog is. Maar in mijn omgeving zijn er niet veel mensen bereid. Mijn schoonouders en mijn ouders, die inmiddels in de 80 zijn, die waren bereid om een vaccin te nemen. En dat vond ik ook heel verstandig. En ik heb twee mensen in mijn omgeving die heel chronisch ziek zijn. En die vroeg aan mij, moet ik het doen? En ik zei van, nou ja, weet je, ik denk dat het in jouw geval beter is. Want op het moment dat deze mensen de lichtste verkoudheid krijgen, hebben ze een longontsteking en dan gaan ze dood. Dus maar, ook vind ik dat wel. Ik bedoel, we hoeven niet lang over vaccins te discussiëren. Maar één ding is duidelijk, het triggert auto-immuunziektes. Het triggert auto-immuunresponses. Maar je moet een keuze maken. En als mensen dan zeggen, ja, ik heb zelf het gevoel dat ik dat wil doen. Zeg, ja, ik ben en geen arts, dus je moet dat niet aan mij vragen. Maar als je het aan mij vraagt, denk ik dat het voor jou verstandig is om het wel te doen. En dit is dus wel eigenlijk precies mijn punt wat ik bedoel. Is we legitimeren dus alles rondom dat virus, wat again in mijn ogen niet eens bestaat, maar vooruit. Om dan een vaccin, wat geen vaccin is, en ook niet eens bedoeld is om het verspreiden van de virus tegen te gaan. Om dat dan nog wel eventueel als optie te houden, dat een goed idee is om dat te doen. Mijn mening is dat we, als we blijven uitspreken dat dit alleen maar in het leven is geroepen om een bepaalde agenda te kunnen bewerkstelligen, dan zou elke noodzaak voor het nemen van deze gentherapie vervallen. Maar je doet heel veel aannames waarvan jij zegt, ja, die heb ik wetenschappelijk weten te onderbouwen met cijfers en artikelen. En dan denk ik van, ja, die heb ik ook gelezen. En ik deel je mening. Klinkt plausibel. Begrijp ook dat andere mensen zeggen, ja, ik denk toch wel dat het helpt. En die hebben onderzoeken gelezen waaruit blijkt dat het wel helpt. Wat ik moeilijk vind van wetenschap, en dat is volgens mij ook al vaker geroepen, en wetenschappers hebben dat natuurlijk ook al diverse malen verklaard, dat wetenschappelijke onderzoeken worden grotendeels gefinancierd. Ja, er zijn maar weinig wetenschappers die dat zonder enige funding kunnen doen. Als je kijkt naar wetenschappelijke onderzoeken, zie je vaak dat na verloop van tijd het onderzoek wordt herroepen, omdat het niet helemaal of grotendeels niet op waarheid gebaseerd bleek of achterhaald bleek. Of er zit een funding in die natuurlijk niet heel doorzichtig is, maar als je goed gaat zoeken, dan zie je dat er funding is vanuit bepaalde invloedrijke partijen die zorgen dat er een bepaalde uitkomst gaat komen. Mm. Waarmee de wetenschappelijke onderzoeken waar de media dan hun berichtgeving op baseert, gebaseerd is op totale bullshit. En het is jammer dat er niet meer journalistiek is die dat verder onderzoekt. Want als het blijkt juist te zijn, dan is het juist, dan moeten we dat aannemen voor waar. Maar we leven nu in de wereld dat we eigenlijk allemaal niet meer weten wat waar is en wat niet waar is. En terugkomen op, ik ben het met jou eens. Ik denk dat het goed is om een niet gevaccineerde groep te houden als controlegroep.
zeker tot eind 2023... om eventueel een goedkeuring te gaan geven aan vaccins die dan nog wel of niet nodig zijn. Maar om te kunnen zien wat er gebeurt met die twee groepen. Want als die controlegroep te klein wordt of er niet meer is, dan kun je helemaal niet meer bepalen of weten wat er werkelijk aan de hand was of is, of wat het vaccin heeft gedaan. Maar los van die mensen die, waarvan ik echt denk, die moet je beschermen, want die zijn heel kwetsbaar, zie je dat een hele grote groep, dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen, buiten die paar mensen was het argument van iedereen om zich te laten vaccineren, zeker nu net voor de zomer, ik wil gewoon van het gezeik af zijn. Ik wil van het gezeik af zijn, ik wil kunnen reizen. Ik zie er huwelijken op stuk lopen, relaties lopen er op stuk. Ik heb mensen gehad die echt tegen mij zeiden, nee, maandag ben ik aan de beurt. Ik zei, we kunnen nog niet afspreken, want nee, maandag ben ik aan de beurt. Waarvoor? Ja, voor mijn prik. Ik zeg, maandag ben je aan de beurt. Je staat in een rij te wachten en jij bent aan de beurt maandag. En waarom doe je het? Ja, ik ben aan de beurt. Ja, maar heb je erover nagedacht? En dit klinkt generaliserend, maar ik heb te veel mensen gesproken die echt niet over na hebben gedacht. Wat zit erin? Wie heeft dat vaccin gemaakt? Waar is het voor? Werkt dat wel echt? Wie zegt dat? Heb jij dat wel nodig? Ja, ik ben gewoon aan de beurt. Nou, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. En de andere, die vind ik ook zorgelijk. Van, en daar zie je de gemak van de mensen. Ja, ik wil van het gezeik af zijn. En in mijn optiek is er dus geen bereidheid tot vaccinatie, omdat mensen bang zijn om ziek te worden. Want dat hoor ik ook te veel mensen zeggen, joh, ik ben helemaal niet bang om ziek te worden. En als ik ziek word, joh, dan ben ik een week ziek of twee weken. Ik overleef dat wel. De sterfkans is voor mij uitermate klein. En als dat wel gebeurt, dan is dat zo. Ja, accepteer dat dan ook. En dus vind ik het wel opmerkelijk dat zoveel mensen die bereidheid dan hebben getoond. Zie jij niet ook een heel groot probleem eigenlijk bij, want je zegt het net zelf eigenlijk al, dus dat de mensen die dan die prik nemen om weer naar festivals bijvoorbeeld te kunnen, ja, of naar, maakt even niet uit welke reden ze ervoor hebben, om weer te mogen deelnemen aan de maatschappij. Maar is daar niet ook een heel grote bron van het probleem, is dat mensen dus zo gehecht zijn geraakt aan dat soort dingen, dat ze dus daarvoor zich laten manipuleren tot het nemen van... Het is logisch, Jorn. Het is logisch dat als jij tegen een hele grote groep mensen zegt, het is zo vervelend wat er gebeurt, maar jij mag weer naar een festival, jij mag ook weer naar een concert, eigenlijk krijg jij jouw vrijheid terug. Enige wat je even moet doen is die twee prikjes nemen en dan is het over. Een grote groep mensen zal zeggen, nou oké, doen we. Dat hebben we gezien. Bewijs is geleverd. Maar wat gaat er gebeuren als je hier na ieder half jaar of ieder jaar een prik moet halen? Voor elke variant, voor alle mogelijkheden afgeleide, moeten wij straks nieuwe prikken halen. Of drankjes gaan slikken. Of blijkt dat het toch te gevaarlijk wordt en niet werkt. En is het misschien verstandig om toch eenmaal per jaar een lockdown te doen? Wat overigens misschien helemaal niet verkeerd is, één keer per jaar een totale lockdown, zodat mensen weer tot bezinning kunnen komen. Ik mocht gelukkig vorig jaar iets van 20 theatershows doen, net toen alles openging en dat het weer dichtging, wat ook een waanzinnige situatie was. Want vaak waren we met de crew 's ochtends onderweg en die moesten al gaan opbouwen voor de show van 's avonds, terwijl we dan pas om 7:00 's avonds groen licht kregen dat we mochten optreden. Weet je, dat was een waanzinnige toestand. Maar ik begon het programma toen ook. Van ja, misschien is het wel gewoon. Ga ervan uit dat dit virus is ontstaan vanuit de natuur, vanuit de bron van het leven. Die aan de ene kant misschien zegt, als je puur naar de natuur kijkt, werkt het zo. Er zijn er veel te veel van jullie soort. Er zijn veel te veel mannetjes en vrouwtjes op aarde. En dat kan niet langer zo goed gaan. Ik als moeder aarde kan dat niet meer allemaal aan. Dus ja, dan ontstaat er iets. Als je kijkt naar grote groepen dieren, daar ontstaan ziektes om die populatie kleiner te maken. Dat gebeurt in de natuur. De overpopulatie is alleen wel echt aantoonbaar aan alle kanten onderuit gehaald, hè? Ja, maar stel nou eens dat het helemaal niet een systeem zou zijn, maar dat het... Dat is vanuit de natuur is ontstaan. Van, ja. Nou ja, de natuur grijpt in.
En het is de bedoeling, ja, dat klinkt dan heel onaardig en heel vervelend voor iedereen die ziek is en daarin overlijdt of overleden is. Maar dat moeder natuur zegt, ja, ik kan het als moeder aarde niet meer aan. Dus ik probeer in te grijpen vanuit wat ik kan. En ik stuur dit naar aarde, I don't know, maar dat zou kunnen. En vervolgens is de reactie van ons, we moeten in een totale lockdown. We moeten in een totaal moment van overpeinzing, overdenking. En mensen moeten niet meer worden afgeleid door andere zaken als werk en andere verplichtingen. Jij moet verplicht gaan nadenken over jezelf. Over jouw innerlijk zijn. Hoe je handelt. Wie je bent. Waarom je doet wat je doet. Hoe we omgaan met de wereld. Zie eens wat er gebeurt. Probeer eens achter die schermen te kijken van het toneelstuk. Een van mijn grote voorbeelden is Alan Watts. En Alan Watts zei altijd, spiritueel meester, priester. Heeft het boeddhisme naar het westen gehaald. Als jullie last hebben van het geluid, er staat iemand te werken. Iets verderop. Ja, we zijn een nieuwe studio aan het bouwen. Volgens mij, ik hoor het met koptelefoon. Het anders trekken we de stekker er zo direct even uit. Maar Alan Watts, die zei altijd, het is een droom. Hij heeft ook van die speeches dat het leven is een droom. Een droom van 80 jaar die zich afspeelt in één droom. En uiteindelijk als je wakker wordt, realiseer je dat je leven is. Maar het blijft een droom. Maar hij zegt ook, het is één groot toneelstuk. Alles wat er speelt, ook toen in die tijd, 50, 60 jaar geleden. Hij zegt, het is één groot gemanipuleerd toneelstuk. Waar wij of in de zaal zitten, soms op het podium mogen meespelen. Maar wij zien niet wat er achter de schermen gebeurt. En op het moment, dat probeer ik dan altijd zo uit te leggen, dat jij je bewustzijn verhoogt, dat je opstijgt, letterlijk, dat jij vanuit een hogere positie kunt kijken naar het podium, het publiek in de zaal, maar jij ziet ook wat er achter de coulissen gebeurt, dan kun je bewustzijn of jouw werkelijkheid verruimen. En kun je totaal anders gaan zien wat er werkelijk gebeurt. Nou, ik zit in die fase dat ik denk van ja, ik ben er ook nog lang niet. Maar daarom deel ik jouw visie wel van ja, ik zou toch wel graag willen weten wat er nou achter die schermen allemaal gebeurt. En als er mensen zijn die roepen dit speelt al jaren, tientallen, honderden, duizenden jaren. Dan denk ik van wow, dit is moeilijk te aanvaarden als waarheid. En moeilijk te begrijpen, maar ik ga het toch proberen. Ja. En ik hoop dat er meer mensen zijn die dat gaan proberen. Ja. En hoe voelde jou voor jou dan bijvoorbeeld dat boek Worden wij wakker van Messing, wat jij waar we naar refereerde, die je uit de podcast had gevist hier. Want dat boek is natuurlijk ja dat 2006 gepubliceerd. En daarin eigenlijk omschrijft Marcel precies wat er nu gebeurt en wat er gaat gebeuren. En ja, ik vond het ook bizar toen ik het las. Maar hoe voelde voor jou dan om dat boek te lezen bijvoorbeeld? Dat is wel een indrukwekkend boek. Zeker als je de achterkant leest waar staat dat het zo zou kunnen zijn dat het leven dat je leeft, het bestaan dat we leven, de werkelijkheid waar we in geloven, dat die totaal anders zou zijn dan die is volgens hoe jij denkt. Dat is wel een trigger natuurlijk, waar heel veel mensen direct van in de weerstand zullen gaan. Want die kunnen dat niet geloven en willen ook de ruimte niet openlaten dat er mogelijk een iets andere werkelijkheid bestaat dan dat je zelf ziet. Nou ja, ik heb dan het voordeel dat ik wat ruimdenkerder ben, maar ik ben dat gaan lezen en ik heb wel bij heel veel dingen zoiets van wow, dit is wel serieuze shit wat hier staat, weet je. Maar dat is natuurlijk ook toen het hele gebeuren met Assange begon, met de WikiLeaks, dat ik ook dacht van joh, dat is weer zo'n vervelende linkse anarchist, weet je, zo'n dwarsligger, zo'n hou toch op, sluit die gast op. Zo'n irritant mannetje, dat weet je. Zo dacht ik. En Snowden, weet je, weer zo'n beide handje, weet je, hou toch op, dat soort gasten. En dan ga je erin verdiepen. En dan, ja, dan word je daar stil van. En dat had ik ook wel toen ik het boek van Marcel Messing las. Dat ik af en toe wel stil werd en dacht van, oké. Soms moeilijk te geloven,
maar voor mij goed te volgen. Daarom heb ik het ook overal gedeeld. Weet je? Ik ben niet zozeer van, je moet hierin geloven of daarin geloven, maar ik zou wel graag willen dat iedereen dit boek leest. Dus ik heb het heel veel gedeeld, net zoals jij. Ik zou willen dat heel veel mensen dit boek lezen. En ik zou willen dat heel veel mensen andersoortige boeken lezen om te gaan begrijpen, mijn boeken, dat die vasthoudende waarheid waar je zo'n vast wil houden, misschien wel uit een soort van, ik hoop maar dat het niet zo is zoals die dwaze wappies allemaal roepen. Ik hoop gewoon dat het toch is zoals ik denk. Om dat inzicht te geven, dat je daarover na kunt denken zonder het zomaar af te serveren. Zonder maar te wijzen van, ja, maar jij bent gek en jij bent een wappie en jij en jij en jij. Want het is gewoon het resultaat van een beperkte visie. En laat ik een voorbeeld geven. Ik werk met veel mensen. En vaak als ik live events doe, doe ik 1-op-1 gesprekken in zo'n zaal. Nu doen we dat online, omdat het niet live kan. Maar ik doe ook niet heel veel, maar wel voor sommige mensen 1-op-1 gesprekken. Zoals wij nu praten. En een tijd terug had ik iemand die lag al heel lang in een soort scheiding zonder dat ze dat eigenlijk wisten. Dus een echtpaar dat misschien 10 jaar geleden al wist dat het niet meer helemaal oké was, maar allebei in hun eigen illusie zijn blijven geloven dat het wel goed was, in een totaal andere wereld leefden, eigenlijk ook een apart leven hadden, allebei een andere partner erbij, wisten dat niet van elkaar, kwam uit, wisten ze het wel van elkaar, waren ze boos, bleven ze toch met elkaar doorgaan. Maar ze hadden allebei een totaal andere visie van hun werkelijke situatie. Nou, toen leek het allemaal weer wat beter te gaan. De een rommelde wat minder, de ander rommelde wat meer buiten. Dus die twee mensen leven in hetzelfde huwelijk, in dezelfde situatie. De een denkt, er is eigenlijk niks meer aan de hand, het komt wel weer goed. En de ander denkt, dit komt nooit meer goed. Ik ben alvast een nieuw leven aan het opbouwen met iemand anders. Dus jarenlang blijven ze allebei in die eigen perceptie leven, totdat op een bepaald moment echt de bom barst en ze allebei niet kunnen geloven, de een niet, dat jij dat nooit hebt gezien. Ja, maar jij wist toch al lang waar we stonden en ja, ik dacht wel dat jij al lang door had dat ik door was gegaan met mijn leven met iemand anders. En die ander zegt, nee, maar hoe kan je dat nou doen? Al jaren geleden hadden we toch een soort van, niet helemaal uitgesproken, maar een soort van, we gaan het weer proberen. En het ging toch best aardig, allebei niet gelukkig. Totaal andere visie op dezelfde situatie. Totdat er een moment geforceerd die situatie openbreekt. En misschien is dit voor veel mensen een herkenbaar voorbeeld. Dat je denkt, ja, dit heb ik ook gehad. Ik ben zo belazerd in mijn relatie. Stel je nou eens voor dat je zo belazerd wordt door de mensen van wie jij verwacht dat ze jou moeten beschermen. De overheid in deze. De besturende machten en krachten die op deze aarde, op deze wereld met elkaar zorgen dat dat zootje ongeregeld wij mensen een beetje gestructureerd in die vakjes blijven bewegen. Jij riep het woord al. China is natuurlijk een goed voorbeeld. Ja, ik kan me nog herinneren dat er één man voor een tank ging staan op het Rode Plein. Ik kan me herinneren dat er een vrouw was die achter in een bus zat en zei, ik sta niet op. Het begint met één iemand. Gandhi is voor mij een groot voorbeeld. Mahatma Gandhi was in staat om meer dan 200 miljoen zielen, mensen, te laten geloven in waar hij in geloofde. Martin Luther King, maar ik vind Gandhi een beter voorbeeld. En voor wie de docu niet heeft gezien, kijk die film Gandhi. Kijk naar die film en probeer gelijkenissen te vinden in de geschiedenis en nu. De onderdrukking van een enorm groot volk door een veel kleinere macht, de Britten. En al die mensen die lieten het toe. En hoe die machtshebbers, de soldaten, omgingen met mensen als Gandhi en de minderen, dat verschil maken. Waarvan je kunt zeggen, ja, maar in India heb je toch ook die kasten. Ja, dat is wel zo, maar ik vond dat zo tekenend. En hij bleef altijd vreedzaam.
Als jij naar die film kijkt, toen ik naar die film kijk, was ik in staat om tegen die gasten te gaan vechten. Want ik vond het onrecht. Weet je, ik voelde de machteloosheid dat ik wilde gaan vechten voor hem. Ik zit naar een docu te kijken. En hij blijft vreedzaam en hij krijgt al die mensen mee met hem om uiteindelijk zo'n macht, zo'n blok te vormen. Dan heb je het weer, het geloof. Wij geloven in dezezelfde missie. En we strijden voor de vrijheid. Een beetje wat jij, denk ik, ook doet. Maar de vraag is, aan de ene kant, waar doen we het voor? En tegen wie strijden we dan? En dat is moeilijk. Ja, als jij in de ring staat en je weet tegen wie je vecht en wie je klappen moet geven, is het een makkelijk verhaal. Maar tegen wie vechten we nu? Mm. Welke strijd moeten we voeren? En waarom moeten we die strijd eigenlijk voeren? Mm-hmm. Kunnen we niet mediaten? Kunnen we niet met iemand in gesprek en zeggen van, gasten, wat willen jullie? Dit is wat wij willen. Hoe kunnen we het oplossen? Ja, klinkt praktisch. Ja? Maar ik denk toch dat het, als je het mij zou vragen, eerder is van niet zozeer tegen wie je wilt strijden, maar je strijdt eigenlijk om jezelf los te maken van de gevangenis waar je in zit. En dan is het eigenlijk niet zo relevant wie jou in die gevangenis houdt. Ik bedoel, ik vind het heel erg fijn. Je hebt het over bewustzijn en dat kun je over verschillende levels kun je dat meten of bepalen. Ik vind het erg fijn om toch te onderzoeken wat hier precies achter zit en wie bepaalde dingen doet. Maar in principe zou dat niet eens nodig hoeven te zijn. Ik denk dat het helpt bij je te beseffen wat hier precies achter zit en dus ook dichter bij jezelf te komen staan. Maar in principe zou je dat niet hoeven te doen. Ik denk dat het vooral moet gaan zijn, of wat het vooral zou kunnen zijn, is dat je toch aan jezelf gaat werken en de beste persoon uit jezelf te halen en los te gaan weken van de kaders die jou gesteld worden. En dan maakt het in mijn ogen niet zo uit wie die kaders jou stelt of wie jou in die gevangenis houdt. Per saldo ben je het zelf. Maar is dat dan die mentale gevangenis? Of zijn dat ook de beperkingen dat je bijvoorbeeld niet mag reizen en niet naar je theater? Nee, zou ik zeggen van niet. Want op het moment dat het voor mij duidelijk werd dat ik niet meer zou kunnen gaan vliegen, ben ik de auto overal naartoe gaan pakken. Ja. En het is maar net hoe je er zelf mee omgaat. Nee, maar ik snap wat je zegt. Kijk, vrijheid zit natuurlijk in je hoofd. Mandela heeft jaren gevangen gezeten, maar in zijn hoofd was hij vrij. Niemand heeft het vermogen om mij geestelijk op te sluiten. Daarvoor ben ik te sterk. En je moet van hele goede huizen komen, wil je mij mentaal aankunnen. En laten we zeggen, de mensen die mijn opponent zijn, zijn dat niet. Die zijn er niet toe in staat. Ik ben te sterk. Mijn energie is zoveel groter dan de meeste mensen. Niemand kan mij aan. Dat klinkt heel arrogant, maar ik weet waarover ik praat. Dus ik hoef niet bang te zijn. Ik ben vrij in mijn hoofd en niemand kan mijn ziel grijpen. Bij heel veel andere mensen is hun ziel, hun geest, hun mind heel makkelijk te pakken. Oftewel, ze zijn makkelijk te manipuleren en geloven heel makkelijk in een geloofwaardige leugen. Het is heel makkelijk om mensen te laten geloven in een geloofwaardige leugen dan in een onrealistische werkelijkheid. Dus laten we nou eens aannemen dat het hele plan wat jij schetst, het hele systeem en de machten die daarachter zitten, dat allemaal waar is. En jij kunt het onderbouwen. En ik denk als je goed onderzoek gaat doen en je kijkt wie de eigenaren zijn van alle grote bedrijven en uiteindelijk waar de macht zich concentreert. Iedereen kan dit vinden. Ga een weekje of twee googlen. Iedereen kan dit vinden. Heb ik ook gedaan. Dan ga je praten met mensen die je daar informatie over kunnen geven. Je gaat naar podcasten van jou kijken, van andere mensen. En je probeert ook de keerzijde aan te horen. Omdat ik vind, je moet je niet eenzijdig laten informeren. Helemaal. En vervolgens uit dat brede scala ga je kijken van, ik filter mijn eigen waarheid weer. Maar stel eens dat jij, alles wat jij zegt, dat is waar. Maar een zeer geloofwaardige leugen heerst op aarde en daar geloven we allemaal in. Het is zo moeilijk om die paradigma te doorbreken. Mm-hmm.
Nou, daar zitten wij. Ja, en daarom des te belangrijker dat we daar over zoveel mogelijk manieren over blijven hebben, weet je. En ook, weet je het misschien nog niet helemaal zeker, maar dat je toch het gesprek aangaat. Zeker mensen ook met bereik, maar niet alleen mensen met bereik, ook gewoon mensen die geen bereik hebben op social media. Dat ze gewoon er wel hun zorgen en wat er in hun hoofd gaat blijven uitspreken. Want dan komt het ook meer bij iedereen terecht. Uiteindelijk, denk ik. Maar even over spiritualiteit nog. Hè? Want dat blijft nu eigenlijk. Ik weet niet, we zijn een beetje van een ander onderwerp geswitcht. Maar dat zat op een gegeven moment weer terug. Zat een beetje in mijn hoofd. Want ik wil je eigenlijk wel iets persoonlijks aanhouden. Waar ik laatste tijd dus mee te kampen heb. En eigenlijk ligt het ook wel weer in lijn met hetgeen wat we net zeiden. Want bij mij, laat ik het dan even persoonlijk op mijzelf houden. Hoe het voor mij afgelopen jaar gegaan is. Wat mij heeft gebracht tot spiritualiteit. Is eigenlijk erachter komen hoe de wereld in elkaar steekt. Dus beginnen met corona, erachter komen dat dat een leugen is. Of in ieder geval de manier hoe dat aangepakt. Vervolgens dat 9-11 anders zit. Vervolgens, weet je, je moet steeds meer lagen van jezelf afwikkelen. Want zo is het, zo zie ik het wel echt. Op het moment dat je zo gaat toegeven aan dat je leven, waarvan je ooit dacht dat het zo was, eigenlijk allemaal een leugen is, vervalt jouw hele opgebouwde persoonlijkheid ook. Ja. Dus nou, dat doet pijn. Dat moet je af wegstrippen. En steeds meer van jezelf heb ik dus ook zo weggestript het afgelopen jaar. Want je gaat steeds een laagje dieper en steeds een laagje dieper. En je moet steeds meer door je eigen cognitieve dissonantie heen. En uiteindelijk blijft er eigenlijk een soort van jezelf blijft dan echt over. Maar, en daar komt zeg maar, en dat is natuurlijk eigenlijk het hele ding wat ik al net uitlegde. Maar daar komt ego dan vervolgens bij kijken. Mm-hmm. En dat is wel een beetje het stadium waar ik nu in beland ben ook. Is om echt steeds meer van dat opgebouwde ik en waarvan ik dacht ooit ikzelf te zijn geweest, weg te bouwen, weg te strippen, totdat er eigenlijk iets overblijft waardoor al die andere onzin gewoon wegvalt. En ik begin steeds sterker te voelen dat dat de weg is die zeg maar iedereen echt naar bevrijding zou kunnen helpen. En ik vind het lastig nog, hè, want ik heb, nou dat durf ik best wel te zeggen, door de jaren heen best een aardig ego opgebouwd. En dat ben ik gewoon zo goed aan mogelijk proberen weg te strippen en alles en nog wat. En maar dat hoeft helemaal niet. Het is ook mooi wat je zegt. Je hebt een aardig ego opgebouwd. Een aardig ego, een vriendelijk ego, een vreedzaam ego. Dat is fantastisch. Maar heel veel mensen hebben geen aardig ego. Die hebben een boos ego. Een geïrriteerd ego. Want we hebben allemaal dat ego. Alleen het ego waar je voor kiest, is aan jou. En een aardig ego is niks mis mee. Oké. Kijk, mensen die ego en arrogantie en zelfzuchtigheid en hebzucht en egocentrisme is iets totaal anders. Mm. Een ego heb je nodig om in dit leven invulling te geven aan dit lichaam. Jij kan niet bereiken wat je bereikt zonder ego. Daarom zie je heel veel mensen die geen ego hebben, niks bereiken. En altijd in de lappenmand zitten, de burn-outs hebben. Het zijn mensen zonder ego. Het zijn mensen die ook heel wars zijn van ego. Als je een iets groter ego hebt, durf je in het middelpunt van je eigen leven te gaan staan. Durf je te leven volgens je eigen leefregels. Mensen die geen ego hebben, leven het leven van anderen. Laten zich de weg wijzen. Gaan buitenspel staan. En wijzen dan van, ja, maar jij hebt een ego. Ja, wees blij. Als iedereen geen ego zou hebben, dan zouden zorgen niet meer aan kunnen. Dan zitten we allemaal in een gesticht. Ja. Nou, daar ben ik het op zich wel mee eens. En het zou daar een goede combinatie in moeten zijn. Maar ik denk dat je voor mij in ieder geval probeert om. Kijk, de maar je acties verandert. Ja, precies. Jij verandert als mens. De transitie die jij, de transformatie die je doormaakt. Je bent nu een ander mens dan 2 jaar geleden. Zeker. Dan 5 jaar geleden. Ik ben een totaal ander mens dan 12 jaar geleden. Voordat ik ging zeilen was ik een totaal ander mens. Ik was boos op de wereld, ik was boos op alle mensen. Ik wilde niemand meer zien, ik was depressief. Ik was heel weemoedig, ik kon blij zijn. En 2 seconden later echt totaal deep down in depressed. Ik was op dat moment niet een heel fijn mens om mee om te gaan. Ik was niet blij, ik was ongelukkig en ongelukkig met mezelf. Ik kom een tijdje terug een vriend van toen tegen. En die zegt, Jezus, wat ben jij veranderd? Echt veranderd, niet in de goede zin. Weet je, jij bent letterlijk, zei hij, jij bent zo erg niet meer jezelf. Zo ken ik jou niet meer. Ik zeg, je hebt helemaal gelijk. Jij kent mij niet meer, want ik ben in de afgelopen 12 jaar iemand anders geworden die jij niet kent. Jij kende de Michael van daarvoor.
En hij was het daar niet mee eens. Hij vond dat ik zo erg niet meer mezelf was. Ik was, Ja, maar je hebt totaal gelijk. Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden. Ik ben veranderd. Ik heb mezelf ontwikkeld. Ik ben niet meer boos. Ik ben niet meer boos op de wereld. Ik probeer iedereen te helpen. Niet te pleasen. Ik sta nog steeds heel krachtig in het middelpunt van mijn eigen bestaan. Maar ik heb een totaal andere perceptie van de wereld en van mezelf en hoe ik met mezelf en de wereld omga. Dus dat is mogelijk als je jezelf ontwikkelt. En je kunt het heel makkelijk uitleggen. Als jij kijkt naar foto's van jezelf, pak nou maar eens een foto van toen je 1 was, toen je 6 was, toen je 15 was en nu. Wie is Jorn? Allemaal. Alleen het manneke in het lichaam, buiten het feit dat het lichaam natuurlijk ook ontwikkelt, is het bewustzijn binnen dat lichaam, dat ontwikkelt zich. En sommige mensen die doen dat sneller dan anderen. Sommige mensen doen dat helemaal niet. En vaak is er een momentum nodig. Een trauma, een iets dat heel veel impact heeft, waardoor je mensen ziet veranderen, omdat er noodzaak is. En vorig jaar was een mooi moment waarop heel veel mensen zeiden, wow, wat gebeurt er nu? En ik mag toch niks doen, dus ik ga me daar eens in verdiepen. Nou, en jij bent misschien ook een van die mensen die, ja, die is gaan kijken van, wow, hoe zit het achter de schermen? Ja, maar daarmee, ik snap helemaal wat je zegt, maar waar ik voor mezelf ook wel achter ben gekomen is, en dan toch even terug op dat hele ego-verhaal, is dat sommige, zeg maar, je hebt zoveel van jezelf opgebouwd aan de hand van de dingen die jij dacht te weten over hoe bijvoorbeeld de wereld in elkaar steekt. Ja. Dat je daar met terugwerkende kracht achter begint te komen dat het eigenlijk van, wat is het nou waard allemaal? Waarom hecht je waarde aan dat bijvoorbeeld? Of hecht je waarde aan wat andere mensen ervan denken of vinden? En dat is dat. Nou, om daarvoor op door te gaan, wat andere mensen van je vinden of denken, dat is ook zo een onderdeel van die mentale gevangenis weer. Ook waarom nu weer mensen allemaal in de pas meelopen. Ja. Dat vond ik wel een heel waardevol inzicht ook eigenlijk. Is hey, van zoveel mensen hebben daarmee te kampen eigenlijk. En dat houdt je zo klein en in een bepaalde hoek, dat op het moment dat je daarachter komt en je durft daar uit te breken en je laat dat los eigenlijk, dan kom je alweer een stuk verder. Er zijn heel veel mensen die durven niet hun leven te leven om wat anderen daarvan denken of vinden of roepen. En dat ook uitspreken van, joh, waarom doe je dat nou? Ik heb een geval gehad waar ik zelf erg van schrok, dat een meisje min of meer tegen haar zin zwanger werd, omdat haar moeder zo graag oma wilde worden. Poef. Dit gaat ver. Maar dit is wel de werkelijkheid waar heel veel mensen in leven. Dat ik denk van, oké. En zo zijn er dus ook heel veel mensen die bang zijn voor de kritiek op hoe zij handelen of zich uitspreken. Ik heb het afgelopen jaar erg veel berichtjes gekregen van, nou ja, mensen die ons volgen. Allemaal hele lieve mensen. Maar ook bekendere mensen, artiesten, die we allemaal kennen, die mij berichtjes sturen of contact zoeken via Facebook en zeggen, dat jij dit allemaal durft te zeggen. En ik vind dat ik niet heel veel zeg. Ik probeer alleen maar een soort balans te krijgen in die enorme polarisatie. Maar ik schrik wel van het aantal bekende mensen, om het daar even op te richten, die zeggen, ja, ik ben het wel helemaal met je eens, maar ik durf dat niet te roepen, want ik kan niet meer optreden, ik raak mijn publiek kwijt, ik mag het niet, mijn manager zegt dit. Mensen bij televisie, als ik dit roep, dan ben ik mijn plek kwijt. Wow. Dit is bij mij die grens waarvan ik zeg, heb jij niet een grens? Jij laat dit toe? Ik ga mij dat nooit laten zeggen. Nooit. Want ik ben niet bang. En angst is wel al heel lang natuurlijk, hè, als je kijkt, de laatste 100 jaar is het leven op aarde is gestuurd door angst. En op dit moment is het volledig gestuurd door angst. En we leven nu de laatste week in de illusie van de zomer en dus vakantie en je bent vrij. Maar de vraag die je moet stellen is, hoe vrij ben je eigenlijk? Hoe vrij ben je werkelijk? Of de vraag die ik altijd stel, hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Denk daar eens over na. Hoe ziet het eruit? Jouw mooiste leven, teken het eens. Schrijf het eens op papier. Als er geen beperkingen zouden zijn. Want feitelijk zijn de beperkingen alleen maar de beperkingen die jij jezelf oplegt. Die onzichtbare tralies. Het is niet wat de overheid vindt. Of wat jouw baas vindt. Of je ouders of je omgeving. Het is aan jou.
Zet dat nou eerst op papier en daarna kunnen we kijken wat is te realiseren en wat niet. En vaak is er veel meer te realiseren dan je denkt. En daarom zeg ik, je bent zoals je denkt en dus ben je eigen beperking. Mm. En als je dan zegt, van, stel eens dat iedereen dat zou doen. Schrijf eens op hoe jouw mooiste leven eruit ziet. En in welke mate word je daar nu in beperkt door opgelegde regelgeving. Waardoor je zegt, ja, daardoor kan ik dat niet doen. Nou, dan kun je kijken. Laten we zeggen, jij riep het aan het begin van het gesprek. Ik mag maar 130 rijden op de snelweg. Ja, dat is nou eenmaal zo, met z'n allen allemaal afgesproken, dat is zo. Kunnen we dat veranderen? Nou ja, we kunnen het proberen, maar de kans is klein dat dat gaat gebeuren. Als ik dan toch harder wil rijden, heb ik twee opties. Ik ga harder rijden en ik neem het risico dat ik een bekeuring krijg. Of ik ga ergens naartoe waar ik harder mag rijden. Nou, er zijn vast gebieden in de wereld waar je harder mag rijden. Ga daar dan naartoe. Of ga lekker op het circuit rijden waar je wel harder mag rijden. Nou, dit is het scala aan mogelijkheden. En roep dan niet, ja, maar dat wil ik niet. Hmm. De mensen willen vaak een optie die er niet is. Maar dit zijn de opties. Je houdt je aan de regel, je gaat te hard rijden met het risico dat je een bekeuring krijgt. Of je zoekt een plek waar jij vrij kunt zijn. Ik kies de plek waar ik vrij kan zijn. Ja, ik denk dat zo zou je het beste kunnen gaan beredeneren. Ja. En maar jij bent natuurlijk iemand al die dat heel erg vanuit vertrouwen leeft. Ja. Want je geeft het net al even aan, mensen leven vanuit angst. Die zie ik ook enorm. En dat is wat mensen zo klein houdt. Maar hoe heb jij het voor elkaar gekregen om zo vanuit dat vertrouwen te gaan leven en gewoon al die dingen te gaan doen? Want ik bedoel, tegen beter weten in eigenlijk ben je gewoon radio DJ geworden bij 538. Je hebt de tv-presentator, je hebt al die grote dingen gedaan. Ja. Maar dat was passie. Net zoals jij ook in die muziek wilde, dat was passie. Ik heb nooit aan iets anders gedacht. Ik wilde dat doen vanuit mijn hart. Ik vond het mooi. Radio was mijn leven. Weet je, er was niks anders. Muziek, te gek. Kijk, artiesten interviewen en dat er bekendheid bij kwam, dat is bijzaak. Mijn pure intentie was radio maken en plaatjes draaien. Van het een komt het ander. En ik ben ook door al die moeilijke periodes gegaan. Als ik kijk, tussen, weet je, de eerste keer dat ik echt dacht van ik spring van een flatgebouw was in 1998, ik had al mijn geld op de beurs verloren. Weet je. Ik had een vrouw die zo ziek was dat artsen zeiden, dit gaat niet lang duren. Mijn oma was net overleden, ik had het allemaal in een boek geschreven. Ik dacht echt, jongens, ik stap eruit. Ik heb hier geen zin meer. Het was uitzichtloos. Totdat ik dat inzicht kreeg van, het grootste geschenk wat je hebt gekregen is dit leven in dit moment van de eeuwigheid. Ik geloof in een onsterfelijk leven, in een eeuwigheid. En nu, dit moment, ben je hier. Maak daar dan het beste van. Dus dat is vanaf dat moment mijn missie geweest. Leef dan maar je mooiste leven. Daar ga ik alles aan proberen te doen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, vervolgens zijn er ups en downs en ups en downs. En heb je momenten van succes en van teleurstelling en tegenslag. Ga je op je bek. Wordt heel vaak je vertrouwen geschaad. Wordt je heel vaak pijn gedaan. Doe je andere mensen pijn. Ik heb talloze rechtszaken gehad over belangrijke en minder belangrijke zaken die je hard maken, maar die je ook inzicht geven in, wow, hoe denken andere mensen? Waarom handelen andere mensen zoals ze dat doen? Ik bedoel het niet fout, waarom wordt het verkeerd opgevat? Dus het was een enorm leerproces. En ik bleef ook maar vechten. Ik heb jarenlang gevochten, want ik ben het er niet mee eens. Dat is toch onredelijk, het is niet rechtvaardig. Weet je, ik kan heel slecht tegen onrecht. En ik zat privé in heel veel situaties dat ik ook dacht van, ik kom er niet uit. Het was altijd maar dat vechten. Totdat Egon Massink, mijn levenscoach, al 32 jaar, en me dat al 10 jaar probeerde duidelijk te maken. En zei ik van, ja, zolang jij blijft vechten, houdt de strijd niet op. En toen heb ik echt op een moment gewoon gedacht van, nou, oké, dan moet ik dat laten voor wat het is. Ik accepteer wat het is. Ik doe wat mogelijk is. Maar ik ga niet meer proberen de hele wereld te redden. Mm-hmm. Zij die gered willen worden, komen wel naar mij toe. Mm-hmm. Nou, en dat is wat ik nu doe. Ja, en alle mensen die vinden dat ik Wauwse taal uitsnaak. Ik vind dat prima. Wat mensen van mij vinden en zeggen, dat raakt me helemaal nul. Elke reactie op Facebook. En bespaar je de moeite om je ellende over mij uit te storten. Hey, als het jou oplucht, dan moet je dat vooral doen. Maar mij raakt het niet. Nee. Het is niet van mij. Het is jouw pijn. Het is jouw ellende.
Nou, die parkeer je even bij jou of bij mij. Nou, dat is prima. Hè. Als we je daarmee kunnen helpen, dan hoop ik dat het verlicht. Maar mij verander je daar niet mee. En de mensen die mij volgen en de tienduizenden mensen die programma's hebben gevolgd, die hebben bewust gekozen voor wat jij zegt. Ja, ik wil wel mezelf ontwikkelen. Ik wil wel die vrijheid hebben. Ik wil wel kunnen doen wat ik wil. Ja. En binnen al die mensen zijn er natuurlijk allerlei kampen. Ja, er zullen mensen zijn die ook zeggen van, nou, ik neem wel een vaccin en ik neem geen vaccin. Maar ik vind nog steeds dat die gast een toffe peer is. Mm. Prima. Mm. Je zei het net supermooi. Waar, dat voelde ik zelf ook wel zo. Is op een gegeven moment accepteerde je. Je stopte met de strijd en je accepteerde van, ik doe wat ik kan en dat is alles wat ik kan doen. En eigenlijk voor mij is dat afgelopen jaar ook op een gegeven moment zo'n punt geweest. Ook zo'n inzicht geweest waarvan ik dacht van, ik kan gaan lopen vechten en maar hard blijven doen. Eén, vaak creëer je iets averechts. En twee, op een gegeven moment toen ik me ging beseffen van, ik doe wat ik doe. Ja. Natuurlijk zag je dat het impact had. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Je ziet dat hetgeen wat je doet enigszins voor in ieder geval voor bepaalde mensen nut heeft. Maar toen ik accepteerde dat ik doe wat ik doe en ik zorg dat mijn leven er zo uitziet zoals ik zelf wil dat hij eruit ziet. En verder doe ik alles met passie en sta ik 100% achter wat ik doe. En denk ik dat ik in ieder geval voor de mensen om me heen de wereld een iets betere plek kan maken. Mm-hmm. Is dat ook het enige wat ik kan doen? Ja. En is alles daaromheen, heb ik er vrede mee? En op het moment dat je echt, dat is ook wel een beetje waar je waarheid gaat spreken en gaat doen waar je achter staat, dan vind je daar ook, denk ik, rust in. Ja. En maakt het allemaal eromheen iets minder uit. Maar in het begin kan het moeilijk zijn. Onwijs. Ik sprak jaren geleden een arts die op het slagveld in zo'n hospitaal had gewerkt, zo'n legerhospitaal. En die zei, er waren honderden gewonden. En hij zei ook, ja, ik wist gewoon dat ik daar maar een heel klein aantal van kon helpen of kon redden. En ik heb toen gekeken naar de sterkste, wie hebben de meeste overlevingskansen en die heb ik geholpen. En hij zei ook, dat was zo'n moeilijke keuze in het begin. Maar naarmate de tijd vorderde, zei hij ook van, ja, het was heel makkelijk. Die en die en die, die kan ik helpen, die ga ik helpen. En die, hoe moeilijk het ook is. Maar als ik daar mijn tijd aan besteed, is de overlevingskans nog heel klein. En toen zei hij van, joh, ik heb dat jaren gedaan. En het werd steeds makkelijker om die keuze te maken. Hij zei, want ik deed wat ik kon. En dat ik deed wat ik kon om te redden wie ik kon redden, was voor mij het zin geven aan wat ik deed. Terwijl ik me ook had kunnen, mijn aandacht kunnen richten op al die mensen die ik niet kon redden, die stierven. Zeg maar, het heeft geen zin om je aandacht te richten op datgene wat je niet kunt redden. Red datgene wat je kunt. Doe wat je kunt. Mm. En accepteer dat. Ja. Ja, ik denk dat een goed inzicht is. Wat ik wel een beetje vaak tegenaan loop, is zeker als je het vanuit spiritualiteit en zo gaat benaderen. En ik zat toevallig vanochtend nog, daarom zit hij al eigenlijk de hele dag in mijn hoofd. Die podcast te luisteren met Isa. En ik weet niet of je hem zelf geluisterd hebt. Cindy had er volgens mij al geluisterd. We hebben hem geluisterd. Je hebt hem geluisterd. Ja. Met waarin zij dus samen met Floris, die de host van die podcast, tegenover twee mensen zit die zij goed kennen en die eigenlijk retraits en dergelijke organiseren en dus mensen uitsluiten. Dus nu mensen alleen nog willen toelaten als ze gevaccineerd zijn. Dat was een beetje de strekking. Dus wat ze wilden doen in die podcast is gaan verbinden met elkaar. En als je er voor je bent ervoor of je bent er tegen, eens kijken hoe we dan toch dichter bij elkaar kunnen komen. Op zich een mooi streven. Maar en ik vind het een grandioze podcast, omdat het echt heel veel dingen blootlegt. Maar ik vond het wel ook wel weer heel pijnlijk om te zien hoe in mijn ogen, zeg maar, spiritualiteit zo misbruikt wordt eigenlijk om in dit geval het recht te praten wat die twee daar, die tegenover Isa en Floris zaten, om dat te doen. Alles maar vanuit liefde en overvloed en maar tegelijkertijd wel mensen uitsluiten. En dat vind ik wel, het is wel ook een gevaarlijke soort van een slippery slope waar je in terecht komt als je in met die spiritualiteit en dergelijke gaat uitdragen. Omdat het ook mensen, als je er niet even uitkijkt, koest houdt. Omdat zolang je maar hoger gaat trillen, is alles oké. Ja. Maar zo werkt het in mijn ogen niet helemaal. Nee, dat is een, denk ik, een beetje een misperceptie. Ik roep ook altijd, en ook in al mijn meditaties, ik heb een app met 100 meditaties waarin ik bijna in alles roep, leef vanuit liefde, leef vanuit vertrouwen. En dat meen ik ook. En ik
dat heeft mijn leven veranderd. Ik leef vanuit vertrouwen en in, waar we het eerder over hadden, volledig in verbinding met die bron. En daarom denk ik dat ik dingen kan ervaren, zien, voelen die andere mensen misschien niet zien. Wat me een voorsprong geeft of voorkennis. Maar er is natuurlijk een enorme grote spirituele groep die alleen maar vanuit liefde werkt en de trilling moet verhoogd worden en dan overwint het goed het kwaad. Ik denk dat dat een misperceptie is. Want het kwaad houdt daar niet zoveel rekening mee. Dus als de boze machten met allerlei wapentuig aan de overkant van de linie staan en wij gaan alleen maar zo bidden, dan weet ik niet of we dat gaan winnen. Als je kijkt, om Gandhi weer aan te halen, hoe dat gegaan is, heeft dat ook tijd nodig gehad. Maar dat kan alleen als er een enorme meerderheid is. Als er mensen, ordehandhavers zijn, met knuppels en geweren, en er zijn 100 demonstranten, dan is het vrij eenvoudig om die 100 demonstranten eronder te houden. Bij 100.000 demonstranten wordt het moeilijker. Maar als 10 of 100 miljoen mensen gaan demonstreren, kan je daar elk leger tegenover zetten. Maar het leger zal capituleren. Omdat wij mensen zijn. En een soldaat of een politieagent is ook een mens die op een bepaald moment gaat voelen, als dat collectief bewustzijn op een andere trilling gaat bewegen, dat ze niet meer moeten vechten tegen de liefde. Maar zolang zij dat niet voelen, luisteren zij naar de orders, wat je ze niet kan kwalijk nemen, want dat is wat ze doen. En slaan ze met een knuppel. Maar diep van binnen denk ik dat dat die mensen dat niet doen omdat ze dat nou zo leuk vinden. Maar we kunnen alleen winnen met een overweldigende meerderheid. Mm-hmm. En als die meerderheid niet gaat komen, kunnen we allemaal in elke retraite gaan zitten en met elkaar bidden en onze frequentie proberen te verhogen en wierook snuiven en kralenkettingjes dragen. Maar lieve mensen, daarmee gaan we de wereld niet redden. Nee. Nee. Nee, dus daarin kom je weer eigenlijk samen met jouw doel, zeg maar, voor het bewust worden. En dat gaat natuurlijk op level van spiritualiteit ook wat dieper dan alleen maar inderdaad mediteren. Alleen de verbondenheid gaat het soort mensen, de menssoort, de tool geven om te winnen van jouw systeem. Hmm. Zolang er verdeeldheid is. Het systeem, elke heerser is altijd uit op verdeeldheid. Er is geen leider, geestelijk leider, politiek leider, die eenheid wil. Want eenheid is macht. En een machthebber wil die macht nooit aan het volk geven. Geloof je dat we die eenheid kunnen bereiken? Ik zou er heel graag in willen geloven. Ja. Maar als je kijkt, werkelijk, kijk naar mensen om je heen. Er zijn mensen die zich druk maken om de natuur. En er zijn mensen die dat helemaal niets interesseert. Ik loop in de natuur of in het bos. En dan kom ik kapotte bierflesjes tegen. Of ik kom blikjes tegen. Of ik kom zakken van een fastfoodketen tegen. Dan denk ik van oké. Nou, dit zijn mensen die er geen ene fuck interesseert. En die moet ik gaan vragen om te verbinden met jou en mij. Omdat we vanuit liefde moeten leven. Het interesseert geen ene fuck wat er met de aarde gebeurt. Mensen die roken en peuken uit het raam van de auto gooien en denken van ja, who cares? Weet je, niet mijn weg. Ik rijd er overheen. Ja, heb ik ook voor belasting betaald, weet je, dus daar mag ik erop rijden. Ik heb allemaal rechten, maar ik heb geen plichten. Mm. Nou, zolang mensen niet het bewustzijn hebben om te begrijpen dat ze ook heel veel plichten hebben, niet opgelegd, maar gewoon vanuit ons innerlijke zijn naar elkaar toe. Ja, zolang die groep maar heel klein zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel hebben. Begrijp me niet verkeerd. Heel veel mensen hebben dat wel. Maar een hele grote groep, nog steeds wel de meerderheid, en niet. En daarom leef je in de maatschappij waarin wij leven. En zoals het gezegde klinkt, het volk krijgt de leider die het verdient. Krijg je ook het leven dat je verdient. De maatschappij, de samenleving waar wij in leven, is denk ik wel het gevolg van ja, wat wij accepteren. Je krijgt wat je accepteert, wat je toelaat, wat je oké vindt. Hmm. En waar je zelf aan meewerkt. Dus die eenheid, die zou je alleen kunnen creëren
Op het moment dat mensen massaal bij op een soort bewustzijnsniveau uitkomen, is eigenlijk wat je zegt. Ik denk als we meer bij elkaar in de buurt komen, minder uit elkaar liggen, dat mogelijk is. En ik denk dat het niet eens nodig is dat iedereen tot dezelfde groep moet gaan horen. Maar stel dat we wereldwijd 10 groepen hebben. En al zou je er, net zoals nu, ik weet niet hoeveel verschillende groeperingen je wereldwijd hebt, maar je zou bijna kunnen zeggen, iedereen is voor zich op dit moment. Hè? Zolang we niet met elkaar strijden, tegen elkaar, niet met elkaar in conflict gaan, is er niks aan de hand. Ik kan op een totaal ander bewustzijnsniveau leven dan iemand anders. Jij mag totaal iets anders geloven dan ik. Zolang wij dat maar van elkaar verdragen. En toelaten. Dat ik zeg, jij hebt jouw God en ik heb mijn God. En jij hebt jouw regering en ik heb die van mij. Net zoals ik mijn relatie heb en jij hebt die van jou. Laten wij vooral. Ik ben heel erg voor kleine gemeenschappen. Ik ben voor het dorp. Wij wonen niet voor niks in een dorp. Ik zorg voor de mensen in het dorp. Ik zorg voor de mensen om mij heen. Ik hou mensen uit dit dorp. Dat is een beetje de filosofie ook van... hoe heet die? Uit Brazilië. Ik kom straks op zijn naam. Even denken. Zorg voor de mensen om je heen. Zorg voor jouw dorp, jouw community, jouw tribe. Zorg dat ze te eten hebben, dat ze werk hebben, dat we met elkaar kunnen bestaan. Dat er iemand is, de dokter, die jou beter kan maken. Dat is natuurlijk een hele idealistische gedachte. Maar zolang je dat klein houdt, is dat te overzien en is dat te doen. Hoe groter het wordt, hoe eerder er conflicten gaan ontstaan. Daar ben ik groot voorstander van. Ik merk dat dus hier ook. Dat ik denk van ja, ik woon niet meer in die grote stad. Mensen zijn heel vriendelijk tegen elkaar hier. We helpen elkaar. Die verbouwt een beetje eten. Ik verbouw een beetje eten. We ruilen dat met elkaar uit. Allemaal prima. Weet je, er is heel veel gemoedelijkheid. Vind ik een mooi woord. Dus veel gemoedelijkheid. En weinig boosheid en angst. Terwijl als je kijkt naar wat ik zie, wat er in Nederland gebeurt, of wat er in andere delen van de wereld gebeurt vooral, waar dus steden zich concentreren. Ja, er is heel veel boosheid, onbegrip. En ja, het lijkt wel alsof bijna iedereen tot voetbalvandaal vormt. Weet je, dat we weten niet eens meer waar we voor strijden of waar we tegen zijn, maar ik ben in ieder geval tegen jou. Ja, dan gaan we die verbondenheid nooit krijgen. Nee. Dat vind ik ook wel positief hoor. En waar we nu in zitten is zeg maar, je hebt de ene kant de globalistische agenda, waarin iedereen inderdaad in de steden moet zitten met 2030, you will own nothing and you'll be happy. Ja. Maar geloof je dat? Geloof je echt dat het plan is? Ja. En het is ook niet meer terug te draaien. En het staat ook op internet. Ja, het staat op de website van het World Economic Forum. Klaus Schwab heeft er een boek over geschreven. Ook dat, 2 boeken over geschreven, ja. En dus is het waar. Of dat plan is er dus. Dat plan is er. Ja. En zou dat, want daar heb ik ook nog over nagedacht. Hè? Als je kijkt naar het economische financiële systeem is al jaren failliet. Dus het moet een keer ophouden. Nou ja, wanneer dat gaat gebeuren weten we niet. Maar de wijze wetenschappers, de geleerden weten dat het gaat gebeuren. Het educatiesysteem, scholen, het is natuurlijk kansloos. Hè? Met alle respect voor mensen die daar werken. Want ik heb groot respect voor doktoren, medici, leraren. Maar het schoolsysteem is niet dat systeem waar die leraren graag in willen werken. Want nee. Ik spreek er veel die zeggen, ja, weet je, ik zou wel anders willen, maar het systeem laat het niet toe. Dus het systeem moet weg. Eigenlijk alle bestaande systemen, politiek, geloof, religie, alles moet weg. Je klinkt wel als een linkse anarchist zo. Ja, bijna wel, hè. Voor iemand die groen-rechts is. Ik denk dat alles, je moet het afbreken om het opnieuw op te bouwen. Je moet niet blijven plakken. Niet met duct tape en tie rips proberen de wereld aan elkaar te houden. Je moet het afbreken. Misschien wel gecontroleerd. Net zoals dat je een flatgebouw op een gecontroleerde manier laat imploderen. Daarna ruim je de puin op en begin je opnieuw iets te bouwen. Gefundeerd, met goede betekenis, met goede bedoelingen, met een goede tekening. Zodat je weet wat je gaat doen in plaats dat je op dit moeras maar blijft dooremmeren. En misschien is die Great Reset wel helemaal niet zo verkeerd. Misschien is die gewoon keihard nodig. En we kunnen daar natuurlijk heel erg van in de weerstand gaan. Want dat had ik eerst ook van, wat is dit nou? Het gaat er meer om, wat is de achterliggende agenda? Welke Great Reset gaat er komen?
Want misschien moeten we wel met elkaar eerst die verbondenheid aangaan om de hele wereld te veranderen en naar een ander niveau te brengen. Maar wel vanuit, zoals wij spreken en denken, waarin we niet tegen elkaar zijn, met elkaar, voor elkaar. En niet vanuit een geconcentreerde macht. Nee. Hè, waar, als je dan zegt, waar zijn jullie bang voor? Wij zijn er misschien bang voor dat een klein clubje gecontroleerde macht straks serieus echt de hele wereld wil gaan beheren. Als zijnde de BV-wereld. En ik ben daarvan de baas. En ik heb een paar discipelen. En die zet ik in ieder land. Hè, waarvan de illusie natuurlijk bij veel mensen nog steeds zo is. Dat ze denken dat politici in landen, dat die het beleid bepalen in een land. Mm. Maar als er nou één illusie is, is het die wel. Ja, zeker. Dus, en ik hoop niet dat er politici zijn die daar ook in geloven. Want dan ben je echt wel een toneelstuk binnen een toneelstuk aan het spelen. Kijk, dat er politici zijn die dit allemaal doorzien en denken, dit is een mooie manier om een volk, een land te manipuleren, want die hebben dat toch niet door. Dan denk ik van, nou ja, dat kan me voorstellen. Mm. Dat je zo sluw bent dat je in dat systeem stapt om dat op die manier te controleren. Maar als je dat ook zelf nog niet ziet en je zit daarin, ja, dat is misschien heel idealistisch dan. Ik ben wel heel blij dat er steeds meer mensen in de politiek komen met andere denkbeelden en visies. Maar ja, als je kijkt naar de geschiedenis en de politiek van de afgelopen 100 jaar... dan het beweegt soms een beetje naar links en naar rechts. Maar politiek is toch net zo'n systeem wat ook gewoon onderhevig is aan zou moeten zijn aan een great reset. Ja, zeker. Dus het is hetzelfde, wat mij betreft, in het rijtje scholen. Ja. Maar Jorn, het echte probleem, wat is nou het echte probleem? Waarom is het zo moeilijk in de politiek? Waarom? Waarom het moeilijk is in de politiek? Nou, maar kijk, ik denk, al die systemen dienen niet meer ons. Dat is het hele grote probleem. De systemen dienen de mensen die daar baat bij hebben en niet meer ons. En dat is waar we van af zouden moeten. En naar weer systemen. En daar ben ik blij dat je het zegt, want daar deed ik helemaal jouw mening. Naar van beneden weer opnieuw opbouwen. En dan niet vanuit de centrale macht, wat zij graag willen, wat ons bestuurt. Ja. Maar jij en ik vinden het leuk om op een bepaalde manier te leven. En daar sluiten misschien nog 30 mensen zich bij aan. Nou, wij gaan dat regelen op een stukje land waar wij dat interessant vinden. En dit is wat mensen dan idealistisch noemen. En dat is het misschien ook wel. Alleen aan de andere kant, het is veel realistischer dan zo'n systeem van binnenuit te willen veranderen. Dat kan niet. Want dat gaat helemaal niet. Het is onmogelijk. En het is best wel makkelijk eigenlijk. Ik bedoel, je moet er wel dingen voor doen. Maar als jij en ik nu bepalen om ergens anders te gaan leven, om het op onze manier te doen, het kan gewoon. Natuurlijk. Het kan gewoon. Alleen je moet het willen en je moet er wat actie voor ondernemen die misschien niet heel comfortabel is. Ja. Ik deel je mening. Ik ben trouwens op de naam gekomen die me net niet te binnen schoot. Top. Ricardo Semler. Mm. Boeiend om die man ook te volgen, die ook een soortgelijke zienswijze heeft. En ook zegt van, nou ja, dan pak ik mijn spullen op, dan ga ik daar zitten, ga ik daar wonen, bouw ik daar mijn community om me heen. En wij hebben het met z'n allen prima en oké. En andere mensen zullen zeggen, ha, secte. Ja, dat krijg je secte. Dan natuurlijk, ja. Ik kan ook zeggen, ja, Binnenhof is ook een secte. Ja. Nee, maar dat zijn onze politieke leiders. Ik zeg niet dat het zo is, maar dit is die perceptie die we hebben. Ja. Wel, het een is een secte en dat ander niet. Maar waar is dat dan op gebaseerd? Maar ik denk dat uiteindelijk kom je toch weer terug op een systeem. Want we kunnen zeggen, we breken het af zoals het nu is. We stoppen met die gekkigheid. We hebben wel een leider nodig. Nou, daar heb je het probleem al. Ja, maar niemand is dat zo? We hebben geen leider. Je hebt een leider nodig. Maar ja. is dat dus echt zo? Mijn visie is dat we een leider nodig hebben. Maar wel een leider van wie wij graag willen dat hij ons leidt. Ik denk dus op het moment dat je het klein houdt, heb je geen leider nodig. Als je het klein houdt, nee, dat is die dorpsfilosofie. Precies. Nee, dat ben ik met je eens. Maar het is niet klein. Er wonen miljoenen mensen in een land. Miljarden mensen op de wereld. Je moet dat op een manier controleren. Ja, en voor mij is dat dus een gedachte die juist ons ook weer gevangen houdt. Ik geloof. Totale vrijheid. Ja. Maar sommige mensen, nee, maar kunnen dat niet? Nee, zeker niet. Dus wat daar hangt, één ding moet eraan vooraf gaan. En dat is belangrijk. En dat is bewustzijn. En dat is denk ik een soort van de rode draad van deze podcast aan het worden. En discipline. Uiteraard. Maar het begint bij bewustzijn wat mij betreft. En op het moment dat je echt
doorgaat en je echt het vertrouwen in jezelf voelt, en dat kan iedereen ervaren, daar ben ik echt van overtuigd, dan geloof ik in een wereld waarin dat mogelijk is. En wat mij dat ook weer doet bevestigen steeds meer is, en ook weer op dat eenheidsstukje waar we het net over hadden, de mensen die ik spreek, die zich uitspreken tegen wat er nu gebeurt in het hele coronaverhaal, internationaal ook heel erg veel, is dit gaat door culturen heen, door afkomst heen, door eigenlijk alles gaat het heen. Ja. We hebben allemaal zoiets, dit is niet wat we willen. En natuurlijk hebben we dan een enorme verdeeldheid binnen Nederland tussen bepaalde groepen die we wel iets zien of niet iets zien of whatever. Maar als je het internationaal trekt en je ziet de verbondenheid van de mensen die echt zien van dit gaat fout en dit wil ik niet, dat is enorm. De mensen die ik mag ontmoeten op mijn podcastreis, weet je wel, en de mensen die er komt te spreken, de connectie die je met die mensen voelt is echt out of this world eigenlijk. En dat gaat door zo alles heen en dan zie ik dus, het is mogelijk. De verdeeldheid verdwijnt op het moment dat je bij een soort bewustzijnslevel zit in een bepaalde groep. Ja. En ik denk dat we nu op het punt uitkomen waarin we moeten gaan kiezen. Wil jij je gaan verdiepen in wat er gaat gebeuren? Dan kom je op een bepaald bewustzijnslevel uit. Wil je het niet, dan ben je soort of opgegeven. Op een tijdje kan je weer terugkomen. Maar ik geloof dus wat er nu staat te gebeuren, dat het wel zo bijzonder is, dat we tot nieuwe dingen kunnen gaan komen die we onszelf tot op heden niet voor mogelijk hadden gehouden. Nee. Ik heb nog 1000 dingen die ik wel zou willen roepen, hoor. Nog heel even naar die politiek. Ik denk dat er een gebrek aan leiders is, echte leiders. En niks ten nadele van de mensen die er nu zitten. Maar ik vind het ook heel bizar dat mensen dan zeggen, ja, ik stem op die. Ja, eigenlijk bij gebrek aan beter. Dan denk ik van, wow, dit is ook raar. Ik zou het mooi vinden als er in de, laat Nederland een voorbeeld zijn, in de Nederlandse politiek, partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan, met elkaar in een regering stappen, en daar overheen kunnen stappen en zeggen van, wij gaan het voorbeeld geven. Dat die polarisatie niet nodig is. Wij gaan met elkaar in één regering, één front vormen. En wij gaan proberen die verdeeldheid te verbinden. Dat de verdeeldheid verdwijnt. En we zullen allemaal onze scherpe kantjes houden. Maar zolang we alleen maar blijven wijzen en elke partij is met elkaar in conflict, wat ben je nou zelf voor dwaas? Dat je zelf niet doorhebt dat je het meest slechte voorbeeld geeft. Of je bent zo ziek dat je dit voorbeeld wilt geven omdat je verdeeldheid in stand wilt houden. Eén van de twee, dat weet ik niet. En dat vind ik jammer met politiek. Maar uiteindelijk zullen we naar een systeem moeten, al beginnen we opnieuw. We kiezen een wijze leraar, een wijze medicijnman, de dorps, weet je, degene die ons gaat leiden, de leider. En uiteindelijk krijgen we allemaal leiders en komen we na verloop van tijd toch weer in een systeem waar we nu in zitten. Daar ben ik toch weer bang voor. Dus ik zou het liever zien, zoals jij dat zegt, zonder leiding. Maar ik heb dat met mijn bedrijven ook gemerkt. Dat veel mensen willen leiding en anderen niet. Nou, misschien kunnen we een systeem bedenken waarbij sommige mensen zeggen, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb die leiding niet nodig, anderen wel. Maar ik geloof niet per se. Ik geloof wel in leiderschap, hè? Het is niet dat ik niet geloof in leiderschap. Ik geloof alleen in organische en natuurlijke leiderschap. Ja. En dat ontstaat vanuit een juiste manier. En ik geloof, ja. Jorn, weet je, omdat er geen leiderschap is, althans, er is alleen opgelegd leiderschap. En dat staat volgens mij ook in Think and Grow Rich. Die trouwens ook al begon over de Rockefellers te schrijven, maar dan vanuit de gedachte dat goed was om heel veel vermogen te creëren. Dus het boek heeft wel twee kanten. Ja. Omdat er gebrek is aan leiderschap en omdat leiders bang zijn voor opstand en weerstand, wordt er gezocht naar een systeem om mensen beter te kunnen controleren. Dus nou ja, we hebben dat gedaan met alle dieren in onze wereld die we tam hebben gemaakt. Dus elk varken, elke koe, elke hond krijgt een nummer en een chip en bestaat vervolgens niet meer. Is gewoon een nummer geworden en is ook gechipt. En waarom zouden we dat niet met mensen doen? Het is toch makkelijk? Ik weet precies wie je bent. Ik kan bijhouden wat je lichaamstemperatuur is, of je ziek bent, of welke extra supplementen je nodig hebt. Ik weet precies waar je bent geweest. Dat is toch fantastisch? Mm-hmm. Je hoeft je nergens meer zorgen over te maken. Heerlijk, heerlijk klinkt het. Weet je, hoe lekker is het als er een bestuurlijk orgaan is dat jouw financiën bijhoudt, je boekhouding doet,
ook bepaalt wat je waaraan moet gaan uitgeven. Hoe heerlijk is dat? Je hoeft eigenlijk alleen nog maar te ademen. Je kunt gewoon net zoals in de Matrix in zo'n cocon gaan liggen. En het leven wordt voor jou geregeld. Je krijgt een virtual reality bril op. En jij leeft in de illusie van jouw mooiste leven. Terwijl je eigenlijk een zombie bent. Nou ja, dit is de werkelijkheid die ik voorzie. En misschien al aan de gang is. Waarvan de meeste mensen mij een absolute dwaas zullen vinden. Als je je er goed bij voelt, moet je het doen. Maar voor mij hoeft het niet. Nee, ik sla hem ook. Ik sla hem ook even over. Is het me echt aan te kijken, zo van gast? Nee, maar ik vind de Matrix de allerbeste film om dit mee te vergelijken. Ja. Want voor mij voelt het exact zo. Ja. Het voelt exact zo. Ja. Het is, en ook eruit stappen is ook echt naar de mensen kijken die erin lopen. Van ja, het voelt exact zo. Ja. Het lijkt wel alsof mensen die in Hollywood werken altijd meer weten dan je zou denken. En als je naar heel veel filmscripts kijkt, dan voorspelden zij met hun science fiction films heel veel dingen die wel eng werkelijk zijn geworden. Mm. Nu, na 10, 20, 30, 40 jaar. Matrix is een film uit begin jaren 90. Ja. Volgens mij. Eind 90. Eind 90. Ja. Mad Max, Mel Gibson. De originele Mad Max. Waarin afgesplitste wappie-groeperingen de woestijn intrekken omdat ze opgejaagd worden door de anderen. Hoeveel films zijn er wel niet gemaakt, science fiction films, waarvan je nu ook zou kunnen denken, ja, ik weet niet of het allemaal wel zo verzonnen is. Spaceships, buitenaardse wezen, I don't know. Weet je, maar als ik naar mezelf kijk, het boek ligt hier, hè, De Wereld van het Ongrijpbare. Ik maakte mee toen ik echt klein was, 3, 4, 5 jaar, dat ik in mijn perceptie meegenomen werd in UFO-achtige dingen, buitenaardse wezens die mij meenamen en ook weer terugbrachten. En mij toen daarvan overtuigde. Weet je, zonder spraak, maar je bent ergens anders nodig. Waarom ben je nu hier? We hebben je daar nodig. Nou ja, ik heb daar best wel lang over gesproken met mensen toen ook. En ja, ik werd echt voor gek verklaard natuurlijk. Dat ze ook wel dachten van, het gaat niet goed met deze jongen, want dit is niet meer een soort fantasie. Hij gelooft hier zo erg in dat. Hoe oud was je toen? Ja, vanaf mijn 4e tot mijn 15e. Wauw. Ja. Dus er was ook wel een reden waarschijnlijk dat ik geïnteresseerd was in dit soort dingen. En ook mensen ging opzoeken die in de toekomst konden kijken. Of die telepathisch contact konden hebben. Als je dat nog nooit hebt gehad, dan denk je van, ja, wat een wappie ben jij. Ja, ik weet gewoon dat ik contact met mensen kan hebben zonder dat ik ze hoef te bellen. En misschien heb je dat zelf wel eens gehad. Ik denk dat het best wel herkenbaar is voor mensen die denken, ja, ik heb wel eens gevoeld dat er iets niet juist was met iemand. En toen bleek ook, mijn vader of zo, dat hij een hartaanval had gehad. Of dat hij heel verdrietig was. Maar dat, ja, dat wij dat kwijt zijn geraakt, wat ze een paar duizend jaar geleden allemaal hadden. Alle oude Egyptenaren konden dit. Denk je dat die leeuw daar bleef zitten en die slang? Het is toch een heel ander bewustzijnsniveau. Mm. En ja, ik ben het hier inmiddels ook wel helemaal mee eens. Maar ik kan me voorstellen dat zeker op een leeftijd van, nou ja, zeg dat je 10 of 11 was. Yeah. En dat mensen dat niet serieus nemen. Dat wel moeilijk kan zijn. Begrijp ik goed. Is ook moeilijk. Is ook het meest logische wat je denkt is, hij heeft een enge film gezien. Maar ik zag en voelde dingen die voor mij zo werkelijk waren, dat ze er echt waren. En hoe is dat dan? Want hoe is jouw omgeving er toen mee omgegaan? Of hoe is dat voor jezelf gewoon ontwikkeld allemaal? En niemand gelooft dat. Nee. Ja, totdat je dat. Ik heb daar later met mijn ouders ook over gehad. Ze zeiden, ja, ze maakten zich daar wel zorgen over. Want ik bleef dat maar vertellen. Ik bleef dat maar roepen. En ik was ook bang en ik huilde en ik was echt verstijfd in bed af en toe, dat ik me niet meer durfde te bewegen. Dat ik uit mijn, wat je wel eens in films ziet, letterlijk uit mijn bed gesleurd werd. Ja. Cindy heeft het meegemaakt. Ik heb in eerdere relatie die ik had toen ik getrouwd was, heb ik dat echt een paar keer meegemaakt. Dat ze mij ook zagen veranderen. Dus ik weet wat er kan gebeuren met
dingen die onzichtbaar zijn. Hmm. En ja. Wat had ze niet precies meegemaakt dan? Nou, dat ik echt fysiek uit mijn bed werd getrokken. Ja. Je hebt een enge droom en je zit ineens rechtop in je bed. Dat is een andere verklaring, dat kan ook. Alleen ik voelde echt wel dat ik werd meegenomen. Ik ben er ook af en toe heel bang voor geweest, hoor. Hmm. Heel lang bang voor geweest. Totdat ik ook daarin een soort bewustzijnstap heb gemaakt van ik ben sterker. Natuurlijk ook met veel mensen die met dat soort dingen te maken hebben gehad. Egon die heel erg in die andere wereld zit. Het dodenrijk, weet je. Niet seances met geesten oproepen, maar wel op een manier contact hebben met energieën uit andere dimensies. Daar heb ik heel veel van geleerd hoe ik ermee om kan gaan. Dat heeft me heel sterk gemaakt. Wat ik ook zeg, ik weet dat mijn energie zo sterk is. Ik ben voor niks bang. Hmm. Ja. Maar dan kom je op het niveau van het... dat je echt de fantasie ingaat. Dat je zegt van oké, dat wordt het licht tegen het duister, het kwaad. Hmm. De duivel. Ja, op het moment dat je daarmee te maken krijgt, dan snap ik dat er angst is. Ja. En geloof je dan, want want je hebt dat boek van Messing dan en zo, en dan heb je ook meer Messing verdiept en daar hoor ik wel overlappen wat je net zei, maar geloof je dan echt dat we nu, zeg maar, goed en kwaad is, licht en duister, wat eigenlijk ons stuurt en... Ja, daar geloof ik in, ja. Dus dat is altijd op deze planeet geweest. Mm. En we zitten nu aan het einde van de cyclus van volgens mij 26.000 jaar. Mm. Ja, dat is natuurlijk ook een overtuiging waar je in kunt geloven. Maar ik heb me daar lang in verdiept. Dat ik denk van ja, dat is heel veel dingen die... het is allemaal opgeschreven. En in hoeverre is wat er opgeschreven is juist en waar? Ik weet het niet. Hoe kan 26.000 jaar zijn opgeschreven door mensen zoals jij en ik? En dat wij daar nu een waarheid uit moeten filteren. Maar als dat zo is... Ja, dan zitten we nu aan het eind van een tijdperk. Voor ons is vandaag een belangrijk moment. En dit jaar en deze 80 jaar is een belangrijk moment. Maar op een termijn van miljoenen jaren... is 26.000 jaar is misschien een dag of een uur. Dus dat is een hele andere ruimte-tijdbeleving... die voor ons onvoorstelbaar is. Mm. Ja, net zoals ik wel eens zeg, na dit leven... de een zegt er is niks en dan houdt het op. En de ander die denkt, nou, dan ga ik eens even 1000 jaar slapen. Ik doe even een middagdutje en dan ga ik daarna weer eens door. Het is maar waar je in gelooft. Ja. En als je het zo ver gaat doortrekken... dan kom je toch misschien weer tot die stelling van... ja, alles is een illusie. Misschien heb je het allemaal wel bedacht. Misschien gebeurt het wel echt in de matrix in jouw hoofd. I don't know. Dat zijn mooie dingen om over na te denken. Ja. Maar daar kan je pas over nadenken als je ervoor openstaat. Ja. Je moet ervoor openstaan. Ja. En kijk, op het moment dat het oordelen begint, stopt het leren. Het leven stopt nooit met lesgeven. Maar als jij begint met oordelen, wat altijd wel gebeurt... Ik heb dat ook heel veel gedaan en nu en dan merk ik ook wel eens... dat je in de emotie, weet je, dan zit ik een keertje op Twitter... en dan zie ik weer allerlei berichten voorbij komen... dat ik ook denk van, hoe kan je het niet zien... Of hoe kan je dit schrijven? Dit is zo onrechtvaardig. Dit is zo niet oké. Okay. Dan tik ik ook wel eens iets in dat ik denk van ja, dat moet je niet doen. Overmand door emotie laat je wel eens gaan. Dat hebben we allemaal. Maar gelukkig heb ik het vermogen om dan na 10 minuten te denken... dit was niet juist, dit moet ik niet doen. Haal maar weg, weet je. Maar op het moment dat oordelen begint en maar blijft doorgaan... ben jij gestopt met leren. Sta je nergens voor open, ben je niet ontvankelijk... dan verandert er niets. Dan kunnen wij blijven roepen wat we willen. En dan kunnen we nog duizenden mensen hebben... die echt het allerbeste met de wereld voor hebben. En ik geloof echt dat de meeste mensen op aarde... absoluut gewoon een leuk leven met elkaar willen hebben. Jij wil een fijn leven met de mensen van wie je houdt. Jij wil er zijn voor mensen die je hulp nodig hebben... Jij bent ook bereid om belasting te betalen. Ik ook. Ik vind het niet erg om de helft weg te geven voor het goede. Om te zorgen dat wij met elkaar en de mensen die het nodig hebben... dat die het ook goed hebben. Ik vind dat een heel mooi principe. En in de basis is het principe... nu ik dit zeg, ik denk van ja, is het wel zo ontstaan? Nee, ik denk niet dat het zo ontstaan is.
er is een legitiem middel bedacht om bepaalde vermogens één kant op te sturen. En ik ben wel afgestapt van de overtuiging dat dat allemaal op een juiste manier besteed wordt om te zorgen dat onze maatschappij zo netjes en mooi wordt onderhouden. En dat geloof ik niet meer. Ik vind de blauwe enveloppen betalen doet mij echt pijn. Maar waarom? Omdat ik het als diefstal ervaar. Maar zou het erg zijn als je zegt van dat geld kan zorg betaald worden voor mensen die ziek zijn en dat niet kunnen betalen? Kunnen we mooie bossen aanleggen? Kunnen we parken aanleggen? Kunnen we bomen planten? Kunnen we mooie huizen bouwen voor mensen? Ik ben het op zich niet per se oneens met iets van een belasting. Moet ik even goed over nadenken. Maar waar dat ik wel is wel het delen met elkaar. Nee, volgens mij staan heel, we daar 100% eens met delen. Kijk, ik zou ook altijd zeker. Nee, ik wil voor mezelf zorgen en mijn directe omgeving. Ja. Vind ik mega belangrijk. Geld boeit me ook echt helemaal niks. Weet je wel, dat als dat. De maar het is handig dat je dingen het hebt, want anders kun je het niet delen. Uiteraard, tuurlijk. Maar het is een hulpmiddel, maar het is geen doel op zich, vind ik voor mij. Maar de belasting vanuit in ieder geval nu weet ik gewoon. Het is diefstal. Het gaat naar de zakken van de mensen die al het vermogen hebben. En dat doet gewoon pijn dat ik gewoon vrijwillig mijn geld aan het overmaken ben. Ja. Naar in mijn ogen duivels die dit met ons aan het doen zijn. Zeg je lidmaatschap op? Ja, nou ja, zeker. Dat is, ik heb me er nooit op geabonneerd. Nee. Ik hou me aan de regels. Wat ik zeg, ik vind het op zich niet erg om dat geld te betalen. Maar ik zou het zo fijn vinden als ik een soort jaarverslag krijg. Ik bedoel, als bedrijf heb je aandeelhouders die willen een jaarverslag. Hoe heeft de directie het geld uitgegeven? En brengt ons dat iets? En dan hoeft dat niet alleen maar financieel gewin te zijn. Maar ik denk niet meer dat al dat belastinggeld zo nuttig besteed wordt. Want als je kijkt wat overheden er een kansloze zooi van maken, hoeveel geld er zoek raakt, hoeveel geld er wordt besteed, waar dingen mee gebeuren waarvan, laten we zeggen, het kan het daglicht niet verdragen. Als je kijkt naar de puinhopen die de politici de afgelopen jaren van hebben gemaakt. Ze hebben ook heel veel goede dingen gedaan. Maar er is echt wel. Het is makkelijk geld van een ander uitgeven. Waar mensen keihard voor hebben gewerkt. En het is jammer dat dat op die manier gebeurt. Waardoor er natuurlijk een enorme aversie komt om nog belasting te betalen. Ik denk dat niemand er bezwaar tegen heeft om het te delen voor het goede. Nee. Maar ja, als blijkt, en misschien moet iemand dat dan maar beter gaan aantonen, dat het uiteindelijk ergens terecht komt. Waarvan wij denken dat dat niet de juiste plek is waar het behoort te zijn, omdat het niet gebruikt wordt voor het goede. Ja, dan denk ik dat we een andere case krijgen. Dat er een meerderheid ook zal gaan zeggen, ja, deze vorm van belasting betalen, daar willen wij niet meer aan meedoen. Nee. Ik vind dat ook altijd zo'n treffend iets, hè, waar de mensen die dan bijvoorbeeld een miljoen hebben of iets dergelijks. Ik bedoel, iedereen die dan een beetje boven modaal zit, wordt natuurlijk al kapot belast. Ja. En die eigenlijk mag niemand dat geld verdienen. En geld verdienen is dan, weet je wel, moet eerlijk allemaal zijn. Terwijl die mensen die gaan nou nooit een laag naar boven zitten. En die gaan er nooit naar die miljardair zitten die zeg maar al het vermogen bezit op deze aarde. En daar letterlijk nul belasting over betalen, omdat ze alles witwassen via hun stichtingen. Ja. Maar heel weinig mensen weten dit. Of geloven dat niet als jij dat vertelt. Vooral dat is hem vaak, ja. Maar daar zit hem toch al zo een raar beeld richting ongelijkheid die we hebben opgebouwd of zo. Ja, maar ik denk, en ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar als alle grote bedrijven, ik vind dat iedereen moet geld verdienen, dat is belangrijk, want met dat geld, dat is het principe van The Richest Man of Babylon, een boek dat ik vertaald heb, een klein gedeelte van wat je verdient is voor jou om te behouden. En de rest geef je weer door. Dus jij verdient geld, daar betaal je huur van, of de hypotheek, nou ja, dat gaat naar de bank. Daar koop je eten van. Daar koop je kleding van, daar laat je dingen door doen. Je gaat naar de kapper, je laat je huis bouwen. Jij geeft eigenlijk al dat geld weer door. Er zijn maar weinig mensen, de miljardairs, die dat allemaal oppotten en voor zichzelf houden en gaan herinvesteren om daar nog rijker van te worden. Dat is maar een heel klein gedeelte. De meeste mensen geven al dat geld uit en dat is de economie. Er is niks mis mee, dat is goed. Sommige mensen, die hebben echt zo bizar veel geld. En dus ook die bedrijven, die betalen nagenoeg geen belasting.
En ik denk dat als alle grote multinationals, alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland, waarvan veel bedrijven Nederland gebruiken als een hele lucratieve fiscale oplossing om nagenoeg niets meer te betalen, als die allemaal normaal, hè, niet eens overmatig, maar normaal belasting gaan betalen. Ze hebben dan nu zo'n regeling van 15% minimaal. Een beetje ook een mooie afleidingsmanoeuvre, maar het is een begin. Als al die grote bedrijven waar het echt over de miljarden gaat, als die belasting gaan betalen, kan de belastingdruk voor de simpele zielen, het volk, voor jou en mij, voor alle gewone mensen, omlaag. Want er is geld genoeg. Alleen het wordt nu weggehaald bij de mensen die nog maar heel weinig overhouden. En de bedrijven die alleen maar rijker, rijker, rijker worden, nou, die worden niet belast. Het is een rare situatie. Mega. En waarom zijn er dan maar zo weinig mensen die daar eens als wij over durven te praten? We zijn niet de enige natuurlijk. Hè? Maar waarom doet niemand daar wat aan? Waarom zegt een overheid niet van, ja, maar dit kan toch helemaal niet? Dit is niet eerlijk. Nee, nou, waarom zegt de overheid, we laten dit toe? Omdat de overheid... We gaan zelfs helpen dit in stand te houden. Gaan we het doen. Nou, de bedrijven maken de dienst uit, niet de overheid. Ja. En de mensen achter die bedrijven, de mensen achter de investeringsmaatschappijen. Ja. Daar kom je. Dat was voor mij een van de eerste dingen om te gaan zien hoe wij echt in elkaar steken en hoe die overheden gebruikt worden. Dat die helemaal niks te zeggen hebben. Die Rutte die heeft geklapt te zeggen. En Kaag en weet ik veel wie er allemaal voor poppenspelers daar in... puppets daar in de rondlopen in Den Haag. Maar... dat zijn de bedrijven. Maar zouden die mensen zich daarvan bewust zijn? Of hebben ze toch goede intentie om er echt wat van te maken? Een deel zal dat zeker hebben. Maar je gaat mij niet vertellen dat Rutte niet weet wat hij aan het doen is. Ik ken hem niet. Je kent hem niet. Maar zeker als je in goed en kwaad gelooft. Ik geloof dat Rutte 100% zeker zich bewust is van wat er gebeurt en wat hij aan het doen is. En ik denk dat hij ook geen keuze heeft. Nou, laten we zeggen, ik weet dat niet, maar als je na al die tijd dat hij doet wat hij doet, als je het dan nog niet weet, dan ben je erg naïef. Ja, precies. Het is een van de twee. Dus of je weet het allemaal en je laat het toe en je bent onderdeel, of je bent naïef. Maar ik zie niet de goede intentie om een verandering te laten plaatsvinden ten goede van in dit geval Nederland. Die zie ik niet, maar dat kan ook aan mij liggen, omdat ik niet met de juiste ogen kijk naar hoe er gehandeld wordt. Ik denk dat niet, maar dat is natuurlijk mijn perceptie weer. Hey, en even over dat goed en kwaad nog, hè, want ik voel dat ook steeds meer, dat gewoon een deel dat hierachter zit en dat we nu, hè, die eindcyclus van die 26.000 jaar, hoe je dat ook wil noemen, of je het zo prima, maar ik geloof wel aan een eindtijd die er nu aan zit te komen, een soort van endgame. Waarin het de ene kant op kan vallen of de andere kant op kan vallen. Dat kan allebei. Even de toekomst inkijken. Ja. Hoe denk jij dat het gaat verlopen dan? Ik voorzie wel een grote verandering. En ik heb altijd geroepen, dat klinkt ook weer zo, maar voor mezelf wel altijd zoiets gehad van, nou, er gaat een grote verandering plaatsvinden tussen nu, 2030 en 2080. En dat breed scala, maar je praat over duizenden miljoenen jaren. Dus die 50 jaar heb ik het redelijk nauw bepaald. Maar ik denk, en waarom? Ja, waarom weet ik niet. Omdat ik af en toe wat voel en wat zie. Dat ik wel het idee heb dat er een grote transformatie gaat plaatsvinden in dit leven. En misschien is dat al bezig en al begonnen en gaat dat in een versnelling toenemen. Maar wat daar ook vaak onderdeel van is, is en dat zie je ook in het verleden, is wel altijd een enorme disruptor in wat er is. Wat wij oorlog noemen. Een trauma om daarna iets te kunnen doorbreken. Het patroon waarin wij leven moet doorbroken worden. Nou, als je kijkt naar het verleden, als je kijkt exact naar 100 jaar geleden. We hadden de Eerste Wereldoorlog gehad. Er was een hoop onrust in de wereld. Rusland was onrustig. Er was veel gedoe. Ook in Azië was er onrust. Amerika floreerde na die Eerste Wereldoorlog. Had geld. Ging Duitsland helpen. Moest Duitsland helpen. Want Duitsland moest zoveel herstelbetalingen doen. De koersen op de beurzen
die gingen tot in de hemel. Als je nu de koers van alle beurzen naast de koers van 100 jaar geleden legt, identiek. Onderliggende economie was heel zwak. Nu zou je kunnen zeggen, er is aan alles tekort, dus het gaat best goed. Ik heb het idee dat het beter gaat dan we soms denken. Maar misschien ook niet, het is moeilijk meetbaar. Dus als je dan kijkt naar wat er gebeurt met de aandelenkoersen, dus het vertrouwen in bedrijven waar mensen in investeren. Sky high, net als nu. Hoogste standen ooit. Toenertijd zag je dat Duitsland enorm in de problemen kwam, omdat ze die herstelbetalingen niet meer konden betalen. Omdat Amerika stopte, want Amerika kreeg steeds meer door dat het niet goed ging. Daardoor gingen in Amerika ineens in korte tijd heel veel bedrijven failliet. Mensen hadden geen geld meer. En de beurs donderde in elkaar. Korte uitleg van een best wel complex verhaal. En dat was de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Want er was zoveel onvrede. En dan staat er iemand op die zegt van, pikken jullie dit? Hè? Wij worden gepiepeld. Wij moeten allemaal geld terugbetalen. En we kunnen dat niet. En we hebben niet te eten. En die mensen gingen geloven in die ene sterke leider. En werden heel makkelijk overtuigd van een bepaalde zienswijze om een ideaal na te streven, weer gewoon te kunnen leven. Duitsland. En vervolgens was er een oorlog nodig om uiteindelijk echt de economie weer op gang te brengen. Al die tijd daarvoor, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot het einde van de Tweede Wereldoorlog, was er structureel geen goede fundamentele economie. Werd met wat er nu ook gebeurt, de geldpers in stand gehouden. Er werd gigantisch veel geld bijgeperst en de inflatie was enorm. En hetzelfde wat je nu weer ziet. Dit zijn feiten, dat bedenken wij niet. Dus de vraag is, ja, wat gaat er hierna gebeuren? Iets. Mm. En of dat een oorlog is zoals wij oorlogen kennen. Nou ja, in het Midden-Oosten zie je ook dat er nog steeds heel veel geschoten wordt. Wij kunnen ons denk ik niet voorstellen dat dat nog mogelijk is. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar je weet het niet. Het is eigenlijk wel mooi, want dit ligt exact in de lijn van Marcel, wat hij in de podcast zei, die we de afgelopen week hebben opgenomen. De Derde Wereldoorlog gaat uitstaan vanuit het Midden-Oosten. En vanuit Afghanistan en van natuurlijk alle chaos nu is. En dat gaat gewoon ontstaan. Dat zie je, dat was het plan, net als dat de Tweede Wereldoorlog dat was. En dat maar het is niet nieuw, jongen. Nee, het is zeker niet nieuw. Als je kijkt naar het oude Babylon, het gebied van Iran, van Irak. Als je kijkt naar Iran, was een land van wijzen. Waar heel veel wijsheid was de afgelopen duizenden jaren. Misschien is het de strijd tussen het kwaad en de wijsheid. De wijsheid is altijd onderdrukt. Ook in het Midden-Oosten. Er was heel veel wijsheid. En er was schoonheid en cultuur. Mooie dingen. Perzië, het was zo mooi vroeger. En het is zo'n slagveld geworden van krachten en machten. Wat zo jammer is. Dat waar die oorlog ook plaatsvindt, hij vindt overal plaats. Alleen, wat is de bron waaruit die oorlog gevoed wordt? En om welke reden? En of dat dan een fysieke oorlog is, maar we zien natuurlijk, wees eens eerlijk, Golfoorlog 1 en 2. En we hebben in Europa hebben het best dichtbij gehad natuurlijk met Joegoslavië. En nu is het best wel dichtbij Midden-Oosten. Het is best wel dichtbij. En Turkije is ook dichtbij. En Rusland is ook dichtbij. En voordat je het weet je, het is één ticket en je bent er. Zo dichtbij is het allemaal. Maar wat er nou echt gaat gebeuren, dan kom je toch weer terug op die. Ja, het klinkt zo zweverig, maar gaan mensen ontwaken? Gaan ze zien waar jij van overtuigd bent, of wat ik voor een deel zie? Gaan ze dat zien en gaan ze zich daarin herkennen en voelen en ervaren dat ze die vrijheid weer willen en zichzelf weer terug willen? En niet in een systeem willen passen. Althans binnen een bepaalde mate wel zich in dat systeem willen bewegen, maar wel de grenzen aangeven. En niet meer zich laten leiden tot een mondiale totalitaire dictatuur. En sommige mensen zijn daar bang voor. Hè, en die willen anderen daarvoor waarschuwen. En anderen geloven niet dat dat mogelijk is. En ik denk dat dat de strijd gaat worden waarin we ons nu begeven. En je weet dat je die vergelijking niet moet maken, want iedereen wordt boos. Maar toen mijn opa werd meegenomen, denk ik niet dat er
bewakers waren die wisten wat ze aan het doen waren. Hun orde was gewoon, ik kom uit Polen. Die mensen meenemen en ergens naartoe brengen. En als jij orders opvolgt, dan kun je zomaar onderdeel zijn van een operatie waarvan je geen idee hebt wat je aan het doen bent. Waar heel veel mensen later ook gewetensvroeging mee hebben gekregen. En ik heb best wel wat jongen gesproken die ook in Afghanistan hebben gevochten en in de Golfoorlog, die daar heel veel moeite mee hadden achteraf. Want die hebben dingen gedaan vanuit een bepaalde intentie en de goedheid, maar dingen moeten doen waar zij heel veel last van kregen. Mensen doodmaken. Wat een heel raar principe is. En ik denk dat we in die situatie gaan komen van wie gaat het zien en wie niet. En misschien zien wij het wel verkeerd. Dat hou ik altijd rekening mee, maar het blijft dan vervolgens altijd terugkomen met hoe wil ik leven? Ja. En dan is voor mij het antwoord. En dat is een hele terechte vraag. En dan kom je eigenlijk terug bij wat ik doe. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Schrijf het op, maak je plan en ga het doen. Iedereen gelukkig. En als iedereen gelukkig is, is er geen reden tot conflict. En als die er wel zijn, lossen we ze op. Je hebt geen onderdrukking nodig. Ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Ik ook niet. Mooi, Michael, super bedankt voor dit gesprek. En de uitnodigingen in je prachtige huis. En ik hoop dat onze paden elkaar nog vaker gaan kruisen. Ik hoop dat een gesprek als deze mensen wakker maakt of ontwaakt. Of in ieder geval laat nadenken. Zonder hieronder de hele boel vol te kliederen met boosheid en agressie. Dat moet je doen, maakt niet uit. Maar laten we elkaar proberen te begrijpen. We moeten het toch met elkaar doen. Geen keus. We moeten het met elkaar doen. Mooi man. Dat gaan we doen. Dankjewel Michael. Dankjewel. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben ervaren. Dat jullie er wat mee kunnen. En dat jullie het ook kunnen gaan delen met zoveel mogelijk mensen. Want ik denk dat het een belangrijk verhaal is. En dat dit soort verhalen gedeeld moeten worden. Thanks voor het kijken. Als jullie het tof vinden, like de video ook. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Bezoek mijn website www.johnluca.com. En doneer daar als je het tof vindt en je wil ons helpen. Ook als je bijvoorbeeld mee wilt hebben ondertitelen of iets anders wilt toevoegen aan het hele verhaal. Dat mag altijd. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Stuur me dan ook even een mailtje. Super thanks en we zien jullie snel weer. Ciao.